Welkom en goede avond. Ja, het bestuur heeft de opdracht gegeven om een strategisch plan te schrijven. En daar is aan meegewerkt door 84 mensen. Ze staan er hier allemaal met een fotootje in het plan. En iemand die dat proces begeleid is Mikke Leenders. Welkom, Mikke Leenders. Het was een hele kluif. Nou, het was eigenlijk zo voorbij. Het was erg leuk om te doen. En de gesprekken gingen zo vlot. Ja. Dat de tijd ook voorbij gevlogen is eigenlijk. Ja. Maar even voor de duidelijkheid, degenen die er meegeschreven hebben zijn dus stakeholders, inwoners, verenigingen, bedrijfsleven, een afspiegeling van de samenleving dus. Ja, het bestuur heeft inderdaad er bewust voor gekozen om niet zichzelf in een hokje op te sluiten en een heel mooi plan te bedenken en dan daarmee naar buiten te komen. Ja. Maar passend bij het karakter van de omroep, echt dat samen met zowel alle mensen intern, maar ook alle mensen in de samenleving tot stand te brengen. We praten zo verder over het strategisch plan, want hoe ging dat in zijn werk? We staan als samenleving voor grote maatschappelijke opgaven die zich qua verantwoordelijkheden en zichtbaarheid steeds meer vertalen naar het niveau waarop alles samenkomt. Lokaal. Social media is niet meer weg te denken. En dat brengt enerzijds kansen met zich mee, zoals meer verbinding, betere toegang tot informatie en het zelf produceren van verhalen. Maar het vormt ook bedreigingen, zoals het algoritme-effect dat de informatiebubbel en polarisatie juist verder versterkt. In een democratische samenleving zoals de onze is goede en betrouwbare informatie van wezenlijk belang. Omroep PNM is al 27 jaar actief. In al die jaren heeft de omroep zich ontwikkeld. Van radio naar meer video en online. Omroep PNM kan op veel steun en enthousiasme uit de samenleving rekenen. Maar toch is het zeker niet vanzelfsprekend relevant te blijven. Bij het opstellen van een strategisch plan is daarom gesproken met tientallen inwoners, stakeholders en betrokken partners om te komen tot een visie voor de komende jaren. Dat plan presenteren we vanavond, want onze verhalen vormen onze identiteit. Dus het genoegen om dat proces dus te begeleiden. Maar allereerst even, mogen we elkaar tutoyeren? Graag, ja. Wat trof je aan toen je hier kwam voor de eerste keer? Nou, wat ik aantrof is in ieder geval een grote club hele betrokken medewerkers. Want niet iedere lokale omroep barst van de vrijwilligers of andere mensen die betrokken zijn. Mm-hmm. Maar dat was hier wel degelijk het geval. En ook, wat ook opviel is dat het ook heel veel jonge mensen zijn die hier betrokken zijn. Ja, hoeveel lokale omroepen kom jij? Heb je ervaring mee? Nou, ik heb eigenlijk in de afgelopen jaren bij heel veel omroepen van dichtbij gezien hoe het eraan toe gaat. Om eigenlijk een keer zo specifiek deze omroep onder loep te mogen nemen is toch wel een erg interessant en leuk traject ook geweest. Ja, ik ben heel erg nieuwsgierig. We hebben het allemaal over kansen en bedreigingen. Het is een prachtig document. Hè? Het is ook heel makkelijk te lezen wat we voorop stellen. Hè? Dus niet heel veel tekst, maar ook veel plaatjes duidelijke, treffende speerpunten erin. Maar wat zijn nu de kansen en bedreigingen? Laten we met de kansen beginnen hier voor de omroep. Ja. Nou, om heel kort even te reageren. Inderdaad, we hebben het heel erg visueel gemaakt ook. Want soms zie je dat die plannen dan heel erg ingestoken worden met eindeloze lappen tekst. Ja. Vaak leest niemand dat daarna meer. Wat je eigenlijk wil is dat het niet alleen iets is wat makkelijk leest en bladert. Maar ook wat mensen als een soort uitnodiging voelen. Om ook mee te doen in die ambities en de uitdagingen die je de komende jaren ziet. Ja, daar gaan we het zo meteen helemaal over hebben. Over al die, hoe het uitgewerkt is in de verschillende hoofdstukken. Ja. Maar even overal, de kansen. Wat zijn de kansen hier voor de omroep? Nou ja, er liggen wel veel kansen hier in de regio. Wat je bijvoorbeeld ziet is deze regio, daar zijn we eigenlijk in het traject, is dat heel duidelijk naar voren gekomen, is een heel ondernemende regio. Met veel mensen die betrokken zijn in het MKB of zelf eigenaar zijn in het MKB. En die ook heel graag betrokken willen zijn bij wat er in de samenleving gebeurt. En dat geldt ook voor allerlei maatschappelijke organisaties die hier in de regio actief zijn. En niet in iedere gemeente of in iedere regio zie je dat dat ook heel erg verbonden met elkaar is. Mm-hmm. En dat die partijen ook samen optrekken. Ja. Enerzijds gebeurt dat al. Maar een kans die heel duidelijk naar voren kwam in het traject is dat er ook eigenlijk nog veel meer behoefte ligt om dat in de toekomst nog veel meer te gaan doen. Ja, dus dat gebeurt al, zeg je, maar dat kan nog meer. Zeker. En de titel van het stuk is ook onze verhalen vormen onze identiteit. Ja. En onze moet je ook letterlijk zien als onze in de breedste zin van het woord. Er zijn heel veel verhalen in de samenleving, soms heel erg positief, soms verhalen waar een hele grote uitdaging juist ligt. Mm-hmm. Maar samen door daar het gesprek over aan te gaan en die verhalen met elkaar te delen, kun je letterlijk vormen hoe je regio de komende jaren eruit gaat zien. Ja. Nu heb je natuurlijk 84 verhalen opgetekend hier. Hè? We hebben dus de foto's staan er allemaal in. We gaan zo meteen aan het eind van de uitzending vertellen waar ze dit terug kunnen vinden trouwens, online of ook fysiek. Maar zag je een rode draad?
Nou, een rode draad in alle gesprekken was toch wel dat inderdaad de omroep heel erg gewaardeerd wordt zoals die nu al bestaat. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook wel dat de wereld verandert om ons heen. Er zijn toch veel grote uitdagingen op dit moment. Hoe verandert de wereld? Nou ja, je ziet hele grote opgaves onze kant op komen. Als het gaat om energie, als het gaat om de problemen in het sociaal domein en de uitdagingen die daar zijn om een hele verandering teweeg te brengen. Er is natuurlijk ook wel sprake van een zekere mate van polarisatie in de samenleving. Mensen die toch niet elkaar meer altijd even goed begrijpen of het gesprek met elkaar aangaan. En dus enerzijds zijn die opgaven heel erg groot. En anderzijds zie je ook dat mensen eigenlijk heel massaal beseffen dat een lokale omroep daar een hele belangrijke rol in kan vervullen. Enerzijds om die gesprekken en die verhalen op gang te brengen. Maar ook om te zorgen dat er gewoon een betrouwbare bron van informatievoorziening is op lokaal niveau. Mm-hmm. Heel veel mensen laten zich nu leiden in de beeldvorming door wat er op social media voorbij komt. Maar het wordt steeds lastiger om te bepalen wat van hetgeen wat ik online voorbij zie komen op social media is ook waar. Mm-hmm. Fake news wordt vaak dan als term genoemd. Mm-hmm. Nou goed, een lokale omroep die kan er bij uitstek aan bijdragen om met een goede journalistieke kwaliteit dan weliswaar ook. Te zorgen dat ook de goede feiten op lokaal niveau naar boven komen. Ja. Is het dan zo dat je vooral gekeken hebt naar de krachten die in de omroep zitten? Of moeten we dadelijk een hele andere koers varen? Eigenlijk allebei wel. Enerzijds zitten er hele duidelijke krachten die je absoluut moet behouden. Anderzijds is het inderdaad ook wel zo dat er, en dat is het leuke van die hele brede gesprekken, ook heel veel kansen naar voren kwamen waar toch op dit moment nog niet altijd voldoende aandacht voor is. Mm-hmm. En dat zijn kansen waar ook partijen uit de buitenwereld bij kunnen helpen, die nu misschien nog helemaal niet betrokken zijn bij Omroep PNM. Maar er zitten ook heel veel vernieuwende ideeën bij de mensen die nu wel al betrokken zijn. En om daar meer ruimte voor te creëren, dat vraagt toch ook wel een beetje een cultuuromslag. Mm-hmm. Om nieuwe dingen te durven proberen. Ja. Staat er in dit document dan exact wat er gaat veranderen, of biedt het juist de mogelijkheden waarbinnen dat kan veranderen? Ja, we hebben ervoor gekozen om enerzijds te benoemen van waar zie je nou je rol in de samenleving. Hè? Dus enerzijds als een soort mediaplatform ook om in deze tijd kunnen steeds meer mensen ook zelf video's en content maken. Mm-hmm. Nou, daar zou je ook een platform voor kunnen zijn. En anderzijds hebben we dat wel vertaald in een aantal hoofdlijnen. Van, je wil eigenlijk over een paar jaar terug kunnen kijken en kunnen constateren van hebben we nou de goede dingen gedaan door de omroep. En daar hebben we op hoofdlijnen een paar thema's in benoemd. Maar de specifieke invulling daarvan hebben we niet helemaal tot de punten en comma's opgeschreven. Want je wil ook graag dat dat juist kan blijven ontstaan door de beelden en de ideeën die mensen daar zelf aan geven. Ja. En ik vertelde net dat de wereld heel snel verandert. Nou, dat zal ook de komende 5 jaar blijven gebeuren. Dus het zou ook niet zo slim zijn om nu alles helemaal vast te leggen. Ja, maar als we het helemaal vast gaan leggen, dan komt het ook niet van de groep zelf. Precies. Ja, en er zit ook, dat heb ik gemerkt, er zit heel veel energie en heel veel ideeën bij die groep. En het zou eigenlijk die ideeën en die kwaliteiten niet goed tegemoet komen als we dat nu allemaal proberen in één stuk op te schrijven. Dat is juist iets wat kan gaan groeien de komende tijd. Met eigenlijk dit document als een soort inspiratiedocument wat daarbij helpt. Ja, grote valkuil is natuurlijk, papier is geduldig, dat dit ergens verdwijnt in een kast. Ja. Zonder dat dit verstrekkende gevolgen heeft of positief werkt. Ja. Hoe moet er voorkomen worden dat dat gebeurt? Nou, enerzijds door te zorgen dat hij niet in de kast maar op tafel komt te liggen. Dat is al een hele makkelijke manier om te starten. Maar daarnaast ook de aanbeveling die ik heb meegegeven is om dit plan als een perspectief voor de komende 5 jaar te zien. Maar wel ieder jaar ook een vertaling te maken van nou, wat van dit plan zou je in het komend jaar willen gaan doen. Mm-hmm. En dat kan je dus volgend jaar weer opnieuw doen en het jaar daarna weer opnieuw. En het is natuurlijk heel mooi als je dat ook weer met die partner samen zou kunnen doen. Ja. Want dan gaat iets groeien en gaat iets zich ontwikkelen naar iets wat je echt samen aan het vormgeven bent. Ja. En als mensen aan het kijken zijn en denken, dit blijft nog een beetje abstract. Gaandeweg deze uitzending wordt het alleen maar concreter. Want dan komen er duidelijke voorbeelden wat in het plan staat. Ja. Zeg ik het zo goed? Ja. Om te beginnen heb je natuurlijk altijd een sterke basis nodig. Klopt. En daarvoor hebben we ook een introductiefilmpje. Om als lokale omroep onafhankelijk en kwalitatief te functioneren, is een sterke basis nodig. Een brede variëteit aan inkomstenstromen draagt bij aan een goed financieringsmodel. Samenwerking met andere omroepen en mediapartners ligt niet alleen voor de hand. Het is een belangrijke stap om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en middelen zonder de lokale identiteit en kracht te verliezen. Iedereen binnen het zendgebied moet Omroep PNM de mogelijkheid bieden om een bijdrage te leveren aan de omroep. In de vorm van aanleveren van content of om vrijwilliger te zijn. En daarnaast worden de commerciële activiteiten uitgebreid en jaarlijks voert het bestuur een risicoanalyse uit om cruciale taken binnen de omroep zoveel mogelijk te verspreiden over werkgroepen. Aan tafel geschoven Inge van Dongen, directeur van de
Bibliotheek Maarsenpeel. Ik zie u kijken van... Oh, goed, ik ben geen directeur, zo keek u bijna. Ja, nee. En de voorzitter van Omroep PNM. Ja, welkom allebei. We gaan het over de basis hebben, want die is belangrijk. Hè? De basis van de omroep. Eerst even, meneer de voorzitter, maar we mogen elkaar tutoyeren, denk ik. Hè? Absoluut. Ja, Maurice. Onze verhalen vormen onze identiteit. Ja, trots? Mega trots. Mega trots. Ja. Waar ben je vooral trots op? Trots dat wij als omroep het voor elkaar hebben gekregen om zo'n plan voor elkaar te krijgen. En dan geschreven te hebben met bijna, jij zijn het 88, maar volgens mij zijn een kleine 100 mensen die daar mee geschreven hebben. Ja. Daar ben ik mega trots op. Dat wil gewoon zeggen dat we dit is een strategisch plan wat niet van het bestuur afkomt. Nee, het komt van ons allemaal af. Van de vrijwilligers, van mensen uit de regio, mensen die ook met omroep gelieerd is. Ja. We hebben dat samengeschreven voor onze fantastische omroep. Mega trots. Ja, en dat bestaat eigenlijk uit 5 programmalijnen. Dus 1, die sterke basis. De lokale identiteit als kwaliteit. De kweekvijver van mediamakers. Online first en bekend, representatief en zichtbaar. Zo is het een beetje verdeeld eigenlijk. En wij gaan het over de sterke basis hebben. En kijken ook naar de samenwerking. Want wat betekent Omroep PNM bijvoorbeeld voor uw tak van sport? Of mogen we elkaar tutoyeren? Ja, mag zeker. Ja. Zeker. Voor ons, we werken al veel samen met de omroep. En ik denk dat we elkaar heel erg aanvullen. Hè. Waar de omroep een platform is, kunnen wij daar weer inhoud bij leveren. We kunnen op allerlei gebieden samenwerken. We zijn aan het verkennen hoe we voor jongeren beter programmering kunnen doen. Echt op heel veel. We hebben in het verleden ook gewoon een boeken-item in het programma. Natuurlijk op allerlei gebied. Maar met name denk ik naar de toekomst toe kunnen we nog veel meer voor elkaar betekenen. Ja, moet eigenlijk gelijk opgaan, zeg je dan? Samen met een omroep in een omgeving als gemeente Pelemaars? Ja, ik denk dat ook. Ik vind het ook een mooie titel, hè, de verhalen. De bibliotheek is natuurlijk ook een plek van verhalen. Verhalen delen, verhalen, kennis uitwisselen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft sluiten we prima daar bij elkaar aan. Ja. Ja. Heb ik het nou goed begrepen dat jullie ook al met een plan bezig zijn? Ja, wij zijn ook met een plan bezig. Het mooie is dat ook zichtbaarheid, ook voor ons een goede term, een term is die daarin terugkomt. Ja. En... we zijn het nu aan het afronden en we hopen na de zomer daarmee naar buiten te komen. Ja, als het eventueel hierbij aansluit, moet je het maar even aangeven. Ja. De sterke basis houdt bijvoorbeeld in mediaplatform met nieuwe deelnamestructuur. Waar moet ik dan aan denken? Ik zie iets over rollen en locaties. Nou ja, goed, dat is een heel breed iets, maar dus bijvoorbeeld om het vooral breed te trekken. En dit moet een mediaplatform worden van verschillende items. Mm-hmm. Het kan een mediaplatform zijn voor influencers, maar ook voor televisie, radio. Op locatie, samenwerking met een bibliotheek is daar met name bijvoorbeeld heel belangrijk voor. Samenwerken met bedrijven uit de regio. Mm-hmm. Er zitten fantastische bedrijven hier in de gemeente Pelemaars en de gemeente Bezel. Wat de inwoners nog niet eens weten, hoe mooie bedrijven het zijn. En wij zijn er eigenlijk voor om juist bekend te maken hoe mooie bedrijven hier in de regio zitten. Ja. En dat is de samenwerking. Grappig dat we nu in de oude bibliotheek zitten. Hè? Ja. Is het bekend terrein voor jou? Ik ben hier al wel een paar keer geweest, maar niet toen het een bibliotheek was. Nee. En betekent dat, want dat is het tweede gedeelte hier van het plan, een robuust financieringsmodel. Ja, moeten we het over geld gaan hebben? Je mag altijd over geld praten, maar daar heb ik ook een penningmeester voor. Ja, daar kunnen we het zo meteen even over vragen. Dan gaan we het over die samenwerking hebben. Je geeft zelf al aan, die samenwerking die gaat heel goed. Is dat altijd zo geweest? Volgens mij wel. En wel vanuit de kern waar de bibliotheek toen vooral mee bezig was, boeken. Mm-hmm. Maar dat is wel gegroeid. Hè? We hebben natuurlijk in de eerste coronaperiode de thuisquiz samen georganiseerd. Dat is dan ontstaan vanuit informatie delen. En ook om te zorgen dat iedereen thuis bleef op die zaterdagavond. En dat er toch iets te doen was. En we gaan, als het een beetje mee zit, nu snel beginnen met podcast voor jongeren. Kijk. Ja, we hebben onderzoek gedaan onder jongeren. Waar zij behoefte aan hebben. En dan moet je denken aan de groep van 16 tot 26. Mm-hmm. Je ziet toch veel, ik denk met name ook voor de omroep, veel meer oudere kijkers. De jongeren die zijn niet zo snel aangehaakt. Mm-hmm. En voor de BIEB is dat ook een lastige doelgroep. Maar door dat onderzoek komen er echt hele concrete resultaten uit waar we met elkaar mee aan de slag kunnen. En bijvoorbeeld ook rond bijvoorbeeld debatten. Gemeenteraadsverkiezingen komen eraan komend jaar. Het zou mooi zijn als we daar samen in op kunnen trekken. Ja.
Piep vanuit de rol van ontmoetingen en debat. En ja, dat is een perfecte combinatie met de omroep. Ja. Dat is het mooie van deze samenwerking. We hebben alle twee een maatschappelijk belang. Mm-hmm. En samenwerken met de bibliotheek is voor de omroep van ja, echt enorme grote kennis. En, ja. En vooral die samenwerking met elkaar, die podcast, wat ze net zei. Dus dan pakken we gaan samen, trekken we erbij. En we pakken ook met de jongeren mee. Ja. Wat wil je dan nog meer? Ja, en wij leggen dan natuurlijk ook weer de link met bijvoorbeeld een synthese of een vork meer met de jongerenwerkers. Zijn we dan ook nauw in contact. Hè? Zodat zij zijn natuurlijk ook heel dicht bij de doelgroep betrokken. Ja. Dan maken we juist die verbinding. Ik merkte al dat jullie dus onderzoek hebben gedaan naar doelgroepen. Is dat iets voor de omroep? Onderzoek doen naar onze luisteraars en kijkers? Daar zijn we zelfs al zelfs ook in het plan verwerkt. Mm-hmm. We hebben contact gehad met een aantal scholen, universiteiten, om onderzoek weer te kijken naar de kijk- en luisterdichtheid van de omroep. Ja. Om dat weer naar voren te trekken, ja. En dat is zeker voor de omroep erg belangrijk. Zeker als je zelf naar buiten wil uitdragen. Ja. Ook naar bedrijven. Ja. Heeft de omroep een rol in die verbinding, in die samenwerking? Die is er dus al. Maar zijn daar nog veel meer mogelijkheden, zeg jij maar eens? Nou ja, goed, als we even teruggaan naar de fusie van de gemeentes Pelemaas. Is de omroep de grote verbinding geweest tussen alle kernen? Ja. Nou, dat is het eerste. En dan denk ik de omroep enorm goed in geslaagd. Nou, stap twee is om juist de bedrijven die we in deze gemeente hebben ook met elkaar te proberen te verbinden op een of andere manier. Ik denk dat we dan een super win-win hebben. Ja. En die samenwerking, is dat typisch hier voor Pelemaas? Of moet je daar echt actief je best voor doen? Nee, ik denk wel dat Pelemaas daar bijzonder in is. Ja? Ja, ja. Nou, ik vind het mooie is natuurlijk dat heel erg de eigenheid van alle dorpen van de inwoners toch centraal staat. Maar dat daardoor ook juist een bepaalde verbondenheid ontstaat. Mm-hmm. Ja, dus dat, nee. En dat jullie elkaar kunnen vinden, die lijntjes zijn heel kort, denk ik. Ja, hè? Zeker. Ja, en wij zitten natuurlijk ook heel dicht tegen de omroep aan als het gaat over informatievaardigheden bijvoorbeeld. Hè. Wat we op school, onze leesmediaconsulent, daarmee aan de slag zijn. Er werd net door Mikke mooi gezegd van fake news, betrouwbaarheid. Wij proberen natuurlijk eigenlijk samen met het onderwijs al te kijken van hoe zorg je dat je kinderen bewust maakt van waar komt informatie vandaan. Hoe kan je uiteindelijk je goed informeren om mening te vormen. Dus ook op dat gebied hebben we ook wel ideeën van, kan je met dat medialab wat ook genoemd wordt, kan je kijken van hoe je scholen betrekt om ook eens een programma te maken. En dan niet alleen de techniek, maar juist ook waar haal je informatie vandaan. Ja. Hoe zo betrouwbaar zijn bronnen? Zijn verschillende meningen? Ja. En de basis voor een goede organisatie, en dat geldt ook voor dit plan, is natuurlijk dat er een fundament is. Hè. Dat fundament is al goed. Of moet dat beter? Moet dat steviger zijn? Het fundament was denk ik zeker goed. Maar voordat je gaat bouwen moet je eerst kijken of alles goed is. En misschien moet je een stukje aanbouwen voor je goede fundering. En dat is denk ik, we hebben de omroep even tegen licht gehouden van hoe staan we ervoor? Wat vinden we ervan? Waar zijn de zwakken? Waar zijn we sterk in? Ja. En dat hebben we bij elkaar gedaan. En nu kunnen we ook door gaan bouwen voor de komende 5 jaar. Ja. Als je iets gaat doen, moet je zorgen dat de basis goed is. Nou, is het zo dat je die samenwerking op moet zoeken, maar je wilt ook onafhankelijk zijn en een stukje kwalitatief stappen maken. Kan ja, dat samen? Maar ik denk dat je elkaar heel sterk kunt versterken, samen. En hoe? Ja, door vooral heel veel samen te werken met elkaar. Zij hebben heel veel lijntjes waar wij gebruik van kunnen maken en andersom ook. Ja. Heldere rollen zijn dan ook heel belangrijk, hè? Verandert er iets voor de vrijwilligers, medewerkers, professionals? Ik denk als je een plan inzet, dan verandert er altijd iets. Als je hetzelfde gaat doen, blijven we ook hetzelfde. Dat is altijd iets veranderen. Maar in de hoop dat we alles in de positieve zin veranderen. Dat wat meer cassette, meer een duidelijke lijn, meer structuur. Ja. Meer structuur. En dan ook duurzaam. Ja, het klinkt een beetje als een containerbegrip. Maar in ieder geval dat er een structuur staat waar je voorlopig de komende 5 jaar mee vooruit kan. Ja. Dat is de inzet. Ja. Dankjewel, tot zover. Wij gaan het over de lokale identiteit hebben. En dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren, denk ik, hè? Toch? Ook voor de biep? Mm-hmm. Ja. Nou, tot slot nog even, voordat het filmpje opgestart wordt. Ik heb dat vorige keer ook gevraagd tijdens de corona-update. En toen heb ik je verrast, maar ik doe het nou toch weer. De boekentip.
De boekentip. Ja. Ja. Nou, volgens mij moet je in een van onze vestigingen zijn. Want ik heb heel veel collega's die fantastisch goede tips kunnen leveren. En die weten veel meer daarvan dan ik. Ja. De vorige keer dacht je, ik prijs een boek aan die net nieuw is. Maar wat is dan het lievelingsboek van jou wat voor altijd bovenaan zal blijven staan? Ik heb niet een lievelingsboek. Maar ik ben nu bijvoorbeeld De Zwarte Schuur aan het lezen. Ik durf het bijna niet verder te lezen, omdat je er helemaal ingezogen wordt. Okay. Op een gegeven moment ook een keer afgelopen is. Hè? Dus, soms dat vind dat zonde, ik altijd hè? Jammer. Ja. Ja, ja. Maurice, ik durf het bijna niet te vragen. Wat is jouw lievelingsboek aller tijden? Ik moet deze vraag helaas even doorschuiven aan de vorige gast. Arendsoog? Zoiets, ja. Zoiets. Dan gaan wij kijken naar lokale identiteit. Vrijwel iedere deelnemer aan het strategisch plan benoemde het. Het behouden van je lokale identiteit is misschien wel het allerbelangrijkste voor een lokale omroep. Die identiteit wordt gevormd door allerlei facetten. Niet alleen door een logo, website, social media, maar zeker ook door en met alle interne betrokkenen, de onderlinge samenwerking en cultuur, externe gerichtheid en sterke partnerships. De komende jaren worden daarom meer programma's rondom maatschappelijke en economische thema's ontwikkeld in samenwerking met partners uit de betrokken sectoren. En ook komen er frequentere bijeenkomsten tussen medewerkers in de vorm van verbindingsavonden. Te zorgen dat die lokale identiteit nog meer als kwaliteit wordt gezien. Welkom aan tafel geschoven, manager van Stichting Vorkmeer, Josine van Loon en penningmeester Henk Forst. Over het robuuste financieringsplan, ik moet er even een vraag over stellen, want ik zag het net voorbij komen, niet bij lokale identiteit. Hebben we een robuust financieringsplan? Ik denk van wel. Er staat een stukje financieringsplan is opgenomen in het, achterin het boek, in het stuk. Kosten gaan altijd voor de baat uit, dus we zien een dip in de financiën. Maar dat kunnen we hebben. En dan verwachten we dat er wat gelden in gaan stromen door reclames en dat soort zaken die we uit kunnen gaan zetten. Ja, en dan kunnen we de omroep verder uitbouwen. Dus dan gaat dat helemaal goed komen. We kunnen uitbouwen, maar we moeten onze lokale identiteit wel bewaken, toch? Ja. Maar goed, onze lokale identiteit moet ook promoten. En ook promoten? Ja. Oké, hoe gaan we dat doen? Ja, zoals je zelf net al aangaf, de samenwerking met de BIEB die ligt er. Nou, in het promotiefilmpje kwam ook wat dingen voorbij. Samenwerking met de ondernemers. Verbinding zoeken met de andere partijen. Onder andere met Vorkmeer. Er is zoveel lokaal te bedenken en te doen. Dus eindeloos wil ik niet zeggen. Maar... Ja, hoe zou je dan de lokale identiteit, Henk, misschien is het een vervelende vraag, omschrijven? Wat is onze lokale identiteit? Nou ja, de lokale identiteit denk ik. He, maar goed, ik ben ook geen filosoof. Van Peel en Maas is hoe dat de mensen van Peel en Maas zijn. Hoe dat ze leven, hoe dat ze sporten, hoe dat ze zaken ontwikkelen. Okay. Denk ik. Denk je. Josine maar misschien dat jij het anders ziet, want dan hoor ik het graag van jou. Nee, maar ik vraag het even aan je. Gelukkig mag ik de vraag stellen. Okay. Josine van Loon, ik kan ook een beetje als buitenstaander. Want oorspronkelijk kom jij niet uit dit gebied, hè? Nee. Waar kom je dan vandaan? Je stapt aan de andere kant van de Maas uit Venlo. Oh ja. Maar helemaal oorspronkelijk niet kom ik het buurt van Arnhem. Ja. Dus van een Venlo's meertje ondertussen heel erg geland in Peel en Maas. Ja. Geland en helemaal geaard. Dat vind ik wel. Ja. Dus je kunt heel objectief kijken naar onze lokale identiteit. Ja. Hoe ziet die eruit? Nou, volgens mij al helemaal niet meer objectief. Dat is het denk ik eigenlijk. Wat het juist maakt, is dat het gaat over gevoel. Ja. En ik werk er nu 4 jaar en... het is heel bijzonder dat de kracht van 11 dorpen, dat daar een verbinding tussen zit, die je, als je er wat langer werkt en mensen leert kennen, dat je daar dat je dat merkt. En dat vaak moeilijk is uit te leggen. Maar zoals wij wel zeggen, dat gebeurt tussen de neuzen. En dat is daar van mens tot mens. En dat gaat over letterlijk wat gebeurt in een sportvereniging. En van harmonie tot hele andere dingen. Ja. En als een lokale omroep het lukt om dat te vangen. En dat is dan niet alleen aan een bepaalde leeftijdscategorie volgens mij verbonden. Want ook de jeugd die hier opgroeit, groeit het op met de dingen die hier kenmerkend zijn. En die zijn er zeker. Ja. En dat is volgens mij de uitdaging. Als de omroep dat lukt, via allerlei verschillende media... Ja, dan is dat de reden om naar de omroep te kijken. In plaats van wat je zapt van je telefoon tot op Ziggo... tot op wat je anders on-demand kijkt. Mm-hmm. Is dat wat je moet laten zien mensen van buiten naar binnen gaan... waar hun leven zich in afspeelt, lokaal. Mm-hmm. Als je dat kan vangen, dan heb je het goed gedaan. En dat gaat al heel erg goed. Want die 80 of 90 mensen die hier aan meegeschreven hebben... of geïnterviewd zijn, daar kwam dit ook heel erg naar voren, Henk.
Ja. Dat je moest bewaken dat die lokale identiteit zichtbaar... Ja, zichtbaar was. Er werd zelfs gesproken over dialectuitzendingen. Ja, goed. Denk op bepaalde vlakken is dat goed. Mm-hmm. Maar ook lokale sporten, de lokale jeugd. Josien gaf het eigenlijk al aan. De verbinding zoeken tussen al die leeftijdsgroepen, al die mensen binnen Pelema's. Ja, dus je moet, jullie hebben dat een beetje uitgewerkt in dit hoofdstuk. En dan staat er bevorderen van onderlinge vindbaarheid, zichtbaarheid en samenwerking. De interne communicatieplatform. Valt dat daaronder? Nou, dat is meer intern van de omroep zelf. Mm-hmm. We hebben ruim 100 vrijwilligers. Ja. Ik ben heel eerlijk, ik ken ze niet allemaal. En dat zal voor ook een aantal vrijwilligers gelden. Maar goed, jongens, hoe kunnen we samen binnen die omroep kijken als we ergens tegenaan lopen? Wie kan ons helpen? Waar kunnen we samen mee optrekken? Ja. Maar ook als omroep, hoe kunnen we dus samen met Forum mee optrekken of met de bibliotheek optrekken om zaken van de grond te krijgen? Ja. En het is ook de bedoeling dat je elkaar leert kennen, want die staat ook een prachtige term weer, multidisciplinaire samenwerking. Hè? Nou, ik hoorde net desnoods, maar ik wou het graag. Dat klinkt alsof het niet, maar wij zouden het willen dat heel graag. Nou ja, goed. Oh, dat woord kan je nog terugnemen, hè? Bij deze. Nee, maar, en dat speelt ook al een beetje. En ja. Maar multidisciplinaire samenwerking houdt in dat de organisatiestructuur en teams in op affiniteit met doelgroepen in plaats van op inhoudelijke expertise. Kan je het een beetje duiden? Ja, dat je echt specifiek op doelgroepen niveau verder gaat. Ja. Mensen daarin meeneemt. Want de jeugd zal een ander gevoel bij de omroep hebben. Ja. Als de oudere generatie. Ja. En daar zullen wij al die mensen in mee moeten nemen. Dat is lastig, dat is moeilijk. Maar gelukkig hebben we ook een hele serie vrijwilligers van jong tot oud. Ja. De luisteraars, de kijkers, de viewers, moet ik dan tegenwoordig zeggen, bij moderne content, daarmee kunnen nemen. Ja. Ja. Hebben wij de mazzel dat wij oudere kijkers hebben, jongere kijkers, jongere vrijwilligers en oudere vrijwilligers, dat heel gemêleerd is? Want veel lokale zenders zullen veel oudere, met alle respect, vrijwilligers hebben. Ik denk het wel. Die jeugd heeft de toekomst. En dat zorgt dat de omroep blijft staan voor de komende jaren. Mm-hmm. Maar dat zorgt ook voor een breed gedragen iets binnen de samenleving van Pelema's. Mm-hmm. Ik denk dat absoluut. Ja, nou is het natuurlijk zo dat een welzijnsstichting zoals Vorkmeer, die heeft natuurlijk ook veel banden met omroep PNM of werkt er ook mee samen. Kun je een aantal voorbeelden noemen wanneer dat gebeurd is? Nou, dat moest ook groeien. De afgelopen jaren en bijvoorbeeld de coronaperiode heeft ons dat echt letterlijk in de schoot geworpen. Omdat we toen zagen dat wat wij zelf als Vorkmeer ook nog niet voldoende eigenlijk bekend waren. Mm-hmm. En dat je dan heel makkelijk kan schakelen. Letterlijk, we hadden ook mensen die gewoon hun werk even niet konden doen omdat heel veel gesloten was. Daar hebben we gewoon ook personeel geleverd. Die dan, omdat als je echt ziet wat er zo belangrijk is, dan een lokale omroep die waar jullie heel veel informatie hebben verstrekt. En dus zo ging het al in de praktijk. Mm-hmm. Maar dat vind ik wel aardig om op in te haken. Wat maakt nou die kracht van het lokale? Het gaat heel erg over, dat ging ook in coronatijd, het bewegen van jongeren. Bijvoorbeeld het kinderen op de basisschool, daar vervielen al de gymlessen. Je kunt nooit concurreren met weet ik veel wie, bekende Nederlander op NPO 3 met 25 camera's en hoeveel ton voor een productie. Maar wat wil dat kind? Die wil zijn docent zien thuis in zijn kamer met het hondje onder zijn arm die 3 push-ups doet. En dat faciliteren. En dan heb je bij ons mensen die bezig zijn met gezonde leefstijl, die dat hebben kunnen regelen. Mm. En jullie zenden dat mee uit. Daar zit volgens mij dan net de schakel in, waardoor dan wel een kind van 10 de omroep PNM aanzet, samen met de klas, in plaats van naar een of andere bekende Nederlander kijkt. Ja. Dus je moet het klein houden, dichtbij. En aan de achterkant spelen we daar een rol in. En daarbij proberen wij ook een deel, zeg maar, dingen in te kopen. Dus wij zijn bezig, dat gaat dan Dorpen in Zicht heten. Ja. Een programma, het gaat niet over vork meer, want wij moeten gepast zichtbaar zijn. Maar welke kracht zit er al in dorpen? Als je het hebt over gemeenschapszin. Mm-hmm. Maar dat krijgt een dorp en niet gefinancierd en niet betaald. Maar dat is voor ons wel relevant, dat dorpen dat van elkaar zien. Hoe gaan wij nou met allerlei vraagstukken om? Ja. Dus dat programma ontwikkelen wij dan mee. Mm-hmm. En de omroep produceert dat. Ja. Dus daardoor wordt het zichtbaar. Ja. En dan gaat het dus niet. De rol van Vorkmeer is om vooral te laten zien, niet wat Vorkmeer doet, maar wat wij bijdragen, zodat de kracht in de dorpen, wat die allemaal doen, wat over gemeenschapszin gaat. Ja. En als wij daar dan een programma van kunnen produceren en betalen, wat de dorpen zelf mogen maken, ja, dan heb je volgens mij een mooie samenwerking. Is die coronatijd dan een moment geweest dat ook zichtbaar is wat de maatschappelijke rol van een omroep is?
Nou, voor ons was dat heel eerlijk wel. Dan zie je, ik denk dat iedereen het allemaal goed bedoelt, maar dat wij nog behoorlijk met onszelf zeg maar, bezig waren. Communicatie ook nog niet heel erg ontwikkeld was. Mm. En ja, als de nood hoog is, dan ga je gewoon wat om je heen kijken. Ja, waarom bellen wij de omroep niet op? Ja. Want we krijgen het verhaal niet verkocht. Weet je, we hadden een bellijn, niemand wist dat die bestond. Ja. Terwijl jullie heel veel werden bekeken. En ja, zo simpel is toch de samenwerking heel snel tot stand gekomen. Ben je door de omroep nou ook leren vloggen of kon je dat al van jezelf? Ik speel denk ik te veel met mijn telefoon. Maar ik zag ergens een vlogje voorbij komen dat je even een rondleiding gaf door Stichting Voor Ik Meer. En dat ging je toch buitengewoon goed af, moet ik zeggen. Oh, nou. Je kunt me bellen als je nog eens wat nodig hebt. Nee, maar het kan zijn. Nee. En dat is wel heel wat langer geleden, maar een beetje ervaring heb ik daarin bij de grote, ook lokale omroep in Venlo. Okay. Maar dat is 25 jaar geleden. Dus ik ben niet heel erg bang voor een camera, dat zal het zijn. Nee. Ook al is hij zo klein. Ja. En dan is het natuurlijk belangrijk, hè, als het om dit thema gaat, relatienetwerk. Dat wil zeggen, periodieke, open en exclusieve bijeenkomsten tussen beslissende partners, periodieke bijeenkomsten, enzovoort, enzovoort. Ja. Leg het even in gewone mensentaal uit. Nou, wij denken dat wij een stukje spil zijn in die samenleving. Laten we dan ook een aantal mensen van die samenleving op regelmatige basis bij elkaar komen. Mm-hmm. En overleggen, goh jongens, wat gaan we doen? Nou, wij gaan dit oppakken. Hè. Het verhaal wat je net vertelt van, goh jongens, wij gaan alles door op langs. Nou, misschien zijn er andere bedrijven die zeggen, goh, daar heb ik nog wat voor. Ja. Nou, laten we op dat soort avonden een verdere verbinding zoeken en dat meenemen. Ja. Dus, je moet elkaar ontmoeten. Dus ja. We zeiden, het zit tussen de. Je moet elkaar ontmoeten en dan ontstaan daar ideeën. En je moet elkaar vinden. Ja. En dan haakt het in elkaar, de verbinding. Zoek je en die vind je. En dan komt er iets moois van de grond. Ja. Ben ik zo hebben wij elkaar gevonden in een uitzending ooit hier naar de rand. Ja. Kennen elkaar, zelfs dat speelt de omroep een rol in. Ja. Waar wij dan zakelijk wat konden bijdragen aan wat hij weer privé als hobby doet met een zwembad. Ja. Ja. Ja, ik weet niet of je dit allemaal moet weten, maar. Als het zwembad in Kessel. Ja, het zwembad in gemeenschapsverband. Oh, okay. Nee. Als het maar niet het geld van de omroep is die in het zwembad verdwijnt. Dat is wel anders. Nee, maar mensen ontmoeten draagt bij aan ideeën. Dat wou ik eigenlijk maar als voorbeeld geven. Ja, nou dan ga ik natuurlijk even de stip op de horizon zetten. En ik pak dit strategische plan erbij. Want dan weten we waar we staan, waar we een klein beetje naartoe moeten. Waar zitten de kansen, waar zitten de mogelijkheden, Josien? Voor de hele omroep? Nou, richt je even op Stichting Voor Ik Meer. In het bijzonder. Ik denk echt in daadwerkelijk mede, ja, het heet dan ook zo chic tegenwoordig content maken. Ja. Maar dat wij daar een stuk in kunnen helpen. Wij zien dingen waarvan we denken dat is waar mensen mee bezig zijn, wat ze bezighoudt. En als je dan daar iets voor maakt, dan heb je al een link. Dus we zouden een stuk mee inhoud kunnen aandragen. Kun je een voorbeeld geven? Vraagstuk rondom jongeren, denk ik aan. Wat wij altijd merken, er zijn nou best wel wat pittige locaties in Pelemaas waar gedoe is, vindt men dan. Maar het gedoe heeft altijd een reden. En als je dat alleen vanuit het perspectief van jongeren bekijkt of de andere partijen, maar het is altijd een vraagstuk van elkaar, want die jongeren hebben ouders. En die mensen die er last van hebben, die wonen er. Maar als je met zo'n vraagstuk iets zou kunnen, en daar zou je een, en of dat op tv is of radio of een podcast, welk medium weet ik niet. Ja. Maar dat is niet aan één dorp gebonden, dat is universeel. En zo'n vraagstuk net een niveau hoger optillen, vanuit allerlei perspectieven is belichten, of een leuke debatavond met allerlei partijen, dan maak je dat vraagstuk groter dan dat ene. Volgens mij leert iedereen daarvan. Ja, ik hoor al twee keer debatten. Over debatten praten, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Een poll, ik vind het allemaal kan ook. Nee, dat maakt niet uit. Henk, goede zaak? Zijn er mogelijkheden? Ik zie absoluut mogelijkheden. Dat had ik al aangegeven volgens mij. Nee, maar dit voorbeeld, inhakend op dit voorbeeld. Ja, wel, zeer zeker. Ja, en nou ben ik natuurlijk ook nieuwsgierig, want u kijkt vast en zeker wat is een omroep in hem. En hoe lang al, Marten, als ik dat vraag? Nou ja, vanaf dat ik hier ben komen werken. Heel eerlijk, want anders daarvoor. Nee. Ja. Dat was heel bijzonder geweest dat het van tevoren ook gebeurd was. Ja, ja, het had hard gekund, maar nee. Ja. En wat valt je dan op? Het verbaast mij. Er zat dinsdag onze Tini, die 30 jaar bij Voor Ik Meer heeft gewerkt. Ja. In een item. Dus toch echt ook wel de kracht van het hele kleine. Dat dan lukt. Ik denk, hoe is dit ontstaan? Dus van grote producties. En ik kijk vooral, ik volg de tv-dingen die ik dan online in stukjes. Dat is dan handig. Dus dan word ik goed geserviced. Dat ik het. Er zijn hele grote dingen die met heel veel mensen, grote producties. Maar ook gewoon dan ineens is er een afscheid. Dan staat er een cameraman en er is een itempje over. Ja. Dus dat vind ik wel. Laagdrempelig. Dat verbaast mij. Ja. Laagdrempelig. En dan is het de bedoeling dat in dit plan het ook gewoon gestructureerd wordt. Dat wij elkaar zo snel mogelijk kunnen vinden als dat nodig is. Ja.
En ja, ik blijf het herhalen, de verbinding zoeken. De verbinding zoeken, ja. De verbinding is er al, maar die staat. Hoe beter je elkaar kent, hoe beter je ziet welke, ja, wat je elkaar kunt doen. Ja. Nou, dankjewel voor de uitleg hier aan tafel. Dankjewel, Henk Vorst. Wij gaan kijken naar wat het betekent voor de jeugd. Want de jeugd, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. We kijken naar de kweekvijver voor talenten. De jeugd is de toekomst. Maar ook in het heden is het van belang de jeugd meer te binden. Naast kinderen, die vaak ouders ook op een kanaal brengen, zijn ook steeds meer jongeren prima in staat om zelf media te produceren. Anders dan in eerdere decennia heeft vrijwel iedereen een goede camera met microfoon standaard in zijn broekzak. Evenals social media en een internetverbinding om het de wereld in te slingeren. Dat wil niet zeggen dat er niks meer te leren valt. Ontwikkeling en inspiratie op mediagebied is een rol die de omroep kan pakken. Waardoor de aantrekkingskracht naar zowel bestaande vrijwillige medewerkers als nieuwe, jonge en oudere mediamakers fors wordt vergroot. Uitproberen? Dat gaan we doen via het Media Lab, waarmee de omroep gaat experimenteren. Ja, intussen aan tafel geschoven bestuurslid die alles van techniek weet, Joshua Schers. Dankzij jou mogen we elkaar tutoeren. Jazeker. Is het überhaupt mogelijk dat wij nu op zender zijn? Dat is heel bijzonder. En we hebben nog iemand zometeen in de uitzending. Dat is namelijk Sjoerd Groothuis. En Sjoerd, ja, ik weet niet waar je bent nu. Ik denk, laat maar raden, in Tilburg. Ja, klopt. Om de studentenkamer in Tilburg. Ja, want dit is die beroemde studentenkamer van waar jij in lockdown zelfs met 3FM regelmatig contact had. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, jullie hebben 10 dagen 10 vierkante meter opgenomen, inderdaad. Ja, niet zo bescheiden zijn, want je zit ook nog eens een keer op een speciale school. Begrijp ik, tenminste niet elke dag, maar je gaat wel regelmatig naar Hilversum toe. Want wat doe je daar? Ik volg de KRO-NCV Radioschool en dat is een opleidingstraject waarbinnen je eigenlijk dan nog de laatste tools geleerd krijgt om aan de slag te kunnen gaan bij de radio als redacteur, producer, regisseur. Komt dan een klein beetje je droom uit? Ja, zeker. Ja, dat ik die school mocht gaan doen is al super mooi, want ik heb op een gegeven moment zoiets gehad van ik wil me op de media gaan storten. Ik wil graag weer geld gaan verdienen met media en... Ja, dat het wel lukt. Dat is wel mooi. Ja, want je komt niet zomaar op die school, hè? Nee. Je moet gewoon een stagebrief schrijven en dan heb je een selectieprocedure. En als je dan wordt toegelaten, dan ben je net zoals ik daar heel gelukkig. Ja. Jij bent niet alleen gelukkig, wij zijn ook gelukkig. En een beetje trots dat jij hier eigenlijk jouw carrière bent begonnen. En op dit moment toch behoorlijke hoge ogen gooit. Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik zonder de omroep was ik nooit de media ingegaan. Dus ik ben ooit dan door jou gevraagd van wil je een paar keer meedoen bij ons radioprogramma. Een beetje helpen als verslaggever. En zo eigenlijk per ongeluk erin gerold. Alleen toen ben ik een heel andere opleiding genoemd, de PABO. En tijdens de PABO had ik eigenlijk zoiets van ja, dit vind ik hartstikke leuk lesgeven. Dat doe ik nu ook nog. Mm-hmm. Alleen eigenlijk vind ik het maken van die programma's, radio, tv, zo tof dat ik daar nu nog achteraan wil gaan. En op die manier dan nog gaan zoeken naar wat de juiste manier daarvoor was. Ja, Sjoerd, dan heb ik dat met de beste bedoelingen gedaan om jou in te zetten voor, ik meen de radio. Maar wat was jouw ergste ervaring? Dat kun je dan even delen. Misschien kun je het dan eindelijk verwerken. Ja, het was wel bijzonder inderdaad in het begin. Maar het heeft me niet afgeschrikt. Want dan bij jou was dan de vraag of ik met een telefoon... Er was nog zo'n hele goedkoop telefoon die ik had de straat op wilde gaan om mensen vragen te stellen. Dan stond ik daar in de stortregen vragen te stellen over... Ik had een of andere flauwe vraag die die week van weer had bedacht. Of de schoenen echt wel uitgekomen moesten zijn. Of, Ja, wat heeft jou niet weerhouden om door te gaan, hè? En als ik dit nu hoor, was ik eigenlijk mijn tijd ver vooruit. Want tegenwoordig wordt dan ook heel vaak gezegd dat je met de telefoon dingen moet doen. En ik heb hier aan tafel Joshua, dat klopt toch? Mm-hmm. Ja, klopt inderdaad. Daar gaat het steeds meer naartoe. Komt dit ook in het plan terug? Uiteraard, ja. Ja, het idee is inderdaad om de jongeren er meer uiteraard bij te betrekken. Ja. En tegenwoordig heeft iedereen een telefoon in de broek met een goede camera erin. Ja. Dus die kunnen eigenlijk ook hun eigen media al creëren. Ja. Sjoerd, heb je een telefoon in je broek? Ja, altijd. Ja, altijd erbij. Ja, dat klopt het. In het plan staat, en Sjoerd, jij luistert mee. Want jij bent ook volgens mij gevraagd of geïnterviewd, denk ik. Maar ik hoor jou. Wie zwijgt staan toe? Nee. Oh, ze hebben jou niet gevraagd?
Nou, jawel. Iedereen is uitgenodigd natuurlijk om mee te denken. Oké. Okay. Nee, dat is het goed. Luister, kom zo meteen terug. Kinderen als toekomstige doelgroep en promotor. Hoe zie ik dat voor me, Joshua? Ja, eigenlijk meer programma's voor kinderen, door kinderen te gaan doen. Ja. Dus denk meer samenwerkingen met scholen, met basisscholen, middelbare scholen. En op die manier de kinderen en betrekken bij de omroep, zeg maar, door dingen te gaan doen in de media. Ja. En ook als kijker, als doelgroep voor de omroep, zeg maar, te creëren. Ja. Ja. Nou ben je zelf ook nog keijong, hè? Hoe ben jij eigenlijk bij de omroep gekomen? Dat was een maatschappelijke stage destijds. Kijk, ja. En toen blijf je bouwend, ja. Ben je blijven plakken? Ja. Kijk, zo kan het ook. Jongeren als lokale influencers inzetten. Ja, dat komt eigenlijk een beetje hetzelfde neer. Hè. De jongeren de content laten creëren. Hè. Zij het met een telefoon, zij het in de vorm van een programma. Ja. En die op die manier zeg maar, ja, de content laten creëren en op de omroep, met de omroep te maken laten komen. Ja, komt een beetje op hetzelfde neer. Ja. Nu gaan we naar Academy en Media Lab. Dat vind ik heel interessant. Sjoeg, let even op, want misschien speel jij daar straks wel een rol in. Wat houdt die Academy in? Ja, bij de Academy is het de bedoeling, of is het idee dat we onze vrijwilligers, onze medewerkers nog meer kennis op laten doen. Ja. In de vorm van workshops, inspiratiesessies. En ze op die manier misschien ook van andere richtingen binnen de media, zeg maar, kennis laten maken. Ja. En ze nog enthousiaster maken om dingen te gaan doen. Ja. Is daar een rol weggelegd voor mensen die bijvoorbeeld net als Sjoerd al een beetje geroken hebben aan professionaliteit? Ja, zeker. Oh, ik hoor Sjoerd iets zeggen. Sjoerd, zeg het maar. Nee, ik zei niet. Oh, dat had je wel gezegd. Want benieuwd. Ik heb jou laatst ook gezegd, er zijn twee mogelijkheden. Hè? Of jij gaat het maken in Hilversum. Ja. En we zien jou nooit meer terug. Nee. Of, dat is geen optie. Oh, dat is geen optie. Of jij gaat het niet maken en jij komt hier terug en wij gaan misbruik maken van jouw kennis. In allebei de gevallen wil ik graag mijn kennis laten misbruiken, hoor. Mijn liefde. Ja? Hoe zie je dat voor je, zo'n Academy? Je hebt geluisterd, hè? Je weet een beetje wat in het plan staat. Ja, ja. Verdient het jouw goedkeuring? Ja, ja, ik vind dat wel heel tof als je inderdaad ook zegt van ook echt op een actieve manier die jongeren erbij betrekken. Dat is zo'n Josh West dan mogelijk blijven hangen door zo'n stage. En ik ben ook eigenlijk mogelijk blijven hangen ooit. Maar ook dat er ook vast jongeren zijn die het echt graag willen en die dan een beetje opleiden, of ja, jongeren of ook andere vrijwilligers. Met een stabiele basis. Dat vind ik wel echt een goed idee. Ja, even een vraagje voor alle radiomakers en televisiemakers hier, Sjoerd. Jij weet nu hoe het in Hilversum naartoe gaat. Doen we het hier aardig of goed? Of zeg je nou? Nou, we doen het bij de omroep echt heel goed. Want ik wil altijd even iets in perspectief plaatsen. Het is namelijk zo, kijk, bij zo'n lokale omroep hebben we één à twee betaalde krachten. Heel veel vrijwilligers. Apparatuur waarvan je denkt, ah, fijn. Maar dan loop ik bij Radio 1 zo'n radiostudio in. Ja. En daar staat gewoon een één studio van miljoenen euro's, hè? Ja. En daar staan er dan vier van op één zo'n etage. Ja. Eén programma wordt echt gewoon, hoeveel man daaraan werken. Ja, daar hebben wij, voor dat salaris waar zij een week voor over doen, daar hebben wij een heel jaar een omroep van. Ja. Ja, de kwaliteit kan nooit zo hoog zijn als die wordt geleverd, als er zoveel geld ingestoken wordt. Maar wat er dan uiteindelijk wel uitkomt bij PNM voor dat lage bedrag, dat is toch bizar eigenlijk. Ja, dus eigenlijk zeg je gewoon, als wij dat geld zouden hebben, zouden we het nog beter doen. Nou ja, met die inzet die er wordt gekomen bij PNM wel, ja. Nou, je kan niks anders zeggen natuurlijk nu. Let even op, Sjoerd, want we gaan nog meer, we hebben nog meer in het vat zitten, hè, Joshua. Een Media Lab. Wat is dat precies? Ja, het idee van het Media Lab is dat vrijwilligers buiten de omroep op een gegeven moment met ideeën, concepten voor programma's kunnen komen. Ja. En dat dan binnen een aparte omgeving, zeg maar, buiten het hoofdkanaal van de omroep, zeg maar, dat kunnen ontwikkelen en publiceren. Zodat ze een beetje een idee kunnen krijgen van, is dat iets? En mocht dat echt aanslaan, dan kan dat natuurlijk doorgaan naar het hoofdkanaal van de omroep. Ja. Het lijkt meer een soort proeftuin voor nieuwe ideeën en concepten, ja. Ja, nieuwe ideeën, concepten, is dat dan echt iets voor technici of nee, is dat voor iedereen dan? Echt gewoon programma's, techniekgebied, ja, van alles, ja. Ja. Sjoerd, ik vraag het weer, Media Lab, ja, dat zullen ze nog nooit van gehoord hebben waarschijnlijk, hè?
Nou ja, dat is een beetje zoals, doen we een beetje denken aan Drielab. Ken je dat? Dat is altijd op NPO 3, één keer in het jaar. Ja. Dan kunnen ook vernieuwde tv-ideeën ingestuurd worden en af en toe wordt dat dan echt een vaste serie. Ja, daar zijn wel toffe projecten uitgekomen. Dus, ja, het is eigenlijk een soort creatieve groep die uiteindelijk rolt daar iets uit. Mm-hmm. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat wij ouderen hebben die hier medewerkers zijn, maar zoveel jongeren? Wat is het geheim? Ik denk door de dingen die wij doen. Je hebt de programma's die wij maken. Ja. Maar ook de samenwerking binnen de gemeente, binnen de samenleving die we hebben, zeg maar, met scholen. Die willen we uiteraard nog meer nog gaan versterken. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat het belangrijkste is, inderdaad. Ja. En als er een paar jongeren zijn, die steken elkaar ook wel een beetje aan. Dan gaat het alleen maar harder. Ja, Sander Zede die schrijft zo meteen ook aan tafel. En die had het ook over het Media Lab, dat hij dat wel heel erg leuk vond. Wat vind jij zelf het allerleukste uit onze verhalen vormen onze identiteit? Ik denk voornamelijk het betrekken van nog meer jeugd binnen de omroep. En op die manier dat er nieuwe leuke ideeën ontstaan voor programma's of andere dingen. Ja, gewoon dat er... Ja, dat er leven is binnen de omroep en de jeugd erbij kunnen betrekken. Ja. Nou is de omroep natuurlijk in dit gebouw gevestigd, hè, de voormalige BIEB. Er is nu een bandje geplaatst. Hè. Daarachter zijn ze druk bezig met televisiestudio's. Ja. Maar ja, dat is niet het enige, hè, want de omroep is ook nog gewoon radio beneden. Ja, laten we dat niet vergeten. Ja, ja, ja. Maar even naar de verbouwing hierachter. Mm-hmm. Hoe staat het ervoor? Je zegt de wand, de afscheidingswand, die staat er eigenlijk zo goed als. En we zijn nu eigenlijk hard bezig om de studio verder in te richten. Dan moet je denken aan de infrastructuur. Een hele hoop bekabeling wat er gelegd moet worden. Ja. Maar daarnaast zijn we ook bezig met een stukje decor. Met een decorgroep op te zetten, zeg maar. Dus dat er dadelijk ook gewoon echt netjes strak uitziet, ja. Ja, ik moet natuurlijk ook even aan jou vragen. De regieruimte, krijg je ook een mooie ruimte, of niet? Ja, zeker. Ja. Zorg je ook een beetje goed voor jezelf? Het moet er compleet uitzien, hè? Moet er compleet uitzien? Ja, het moet er compleet uitzien. Maar jullie zorgen goed voor jezelf ook, in ieder geval, denk ik. Uiteraard, we moeten gewoon... het idee van de studio is dat die multifunctioneel inzetbaar is. Ja. Dus dat we zowel radio, televisie boven zouden kunnen opnemen in die studio. Ja. En daar moeten ook de faciliteiten voor zijn dan natuurlijk, ja. Tot slot, als het om de omroep PNM gaat, hè, je vindt wel eens mensen die willen presenteren. Mm-hmm. Technici, bereik je die ook genoeg? Of zeg je nou, dat mag wat meer? Mag altijd wel wat meer natuurlijk, maar ik denk dat wel eens een beetje ieder gebied binnen de omroep is. Mm. Maar altijd welkom natuurlijk, ja. 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 Mm-hmm. Dus zit hier een bestuurslid die trots is op dit plan? Zeker, ja, absoluut. Hoe gaan we voorkomen dat dit ergens in de kast terechtkomt? Ja, we hebben eigenlijk... Het plan biedt een aantal richtlijnen. Wij als bestuur hebben dat verder concreet uitgewerkt. Mm-hmm. En daar hebben wij concrete startmomenten aan gehangen. Ja. Dus bijvoorbeeld met zo'n academy willen wij eind dit jaar met de eerste sessie beginnen. En dat vervolgens uit gaan breiden. Allemaal zulke startmomenten hebben we gezet op ieder item. Ja. Dus wat hier staat moet op een gegeven moment einde van het jaar ook zichtbaar worden? Ja, niet allemaal eind het jaar, maar daar zit een bepaalde periode in. Maar dan moet het gestart zijn. Ja, precies. Ja. Kijk, dan wordt het concreet voor iedereen. Ja. Allereerst gefeliciteerd met dit prachtige plan, want dat is ook een beetje het bestuur wat er ook de nodige druk achter gezet heeft. En heel veel succes verder. Ook met de studio. Wanneer wordt de eerste uitzending daar verzorgd? Ja, we gaan nu de zomer in, dus we gaan veel op locatie, hè, buiten op het terras of zo. Dus... ja, er zullen vast tussendoor nog dingetjes gaan gebeuren in de studio. Ja. Ik hoor het al, ik krijg geen datum te horen. We zitten gevaarlijk, hè? Ja, dat is gevaarlijk. We zitten voorlopig nog even op een terrasje, maar dat is geen straf. Hey. We gaan het zo meteen over online first hebben. Omroep PNM is er voor alle inwoners. Verschillende mediakanalen zorgen ervoor dat verschillende doelgroepen bediend kunnen worden. Enerzijds leert het internet zich uitstekend om bereik en impact te meten. Maar ook het meten van de radio- en tv-uitzendingen blijft belangrijk. En daarom is een nieuw kijk- en luisteronderzoek nodig. Door onderscheid te maken tussen snelheid, online first en live-uitzendingen en kwaliteit... worden de kaders naar de redactie duidelijker en wordt de behoefte van de ontvanger gevarieerder bediend. PNM gaat meer live, zet nog meer in op online met onder andere podcast... En ook worden de uitzending gemist mogelijkheden verbeterd. Ja, en het is hier aan tafel geschoven
Ja, Bart Nelissen, de hoofdproducteur van Omroep PNM en Sander Seelen. Ja, hoe moet ik zeggen, documentairemaker, filmmaker, programmamaker. Toch? Dus, heb ik het een beetje goed samengevat? Ja, ja. Dat wel weer. Dit plan, daar gaan we even naar kijken. Hoe kijk je daarnaar? Ja, op twee manieren. Eerst complimenten voor de vormgeving en voor de leesbaarheid. Ik vind echt een je wil ook daarin lezen. Het is geen duf boekwerk. Nee. En nou ja, ik kreeg door over Online First. En daar heb ik me eens in gekeken. Ja, en daar staat toch wel goede dingen in. Ja, ja. 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 Ja, ik zit hier naast een breed grijnzende Wagnerische. Ja, dat had je toch niet verwacht. Hè? Ik bedoel, wanneer ben je hier begonnen? Even heel 2008. Kort. 2008, hoe oud was je toen? 17. Toen ben je ingewerkt door Han Udo. Onder andere, ja. Onder andere. En dan is Sander ook nog, hè. Sander is ook nog directeur geweest bij Omroep, hè. Kijk. Ja. 2 jaar, ja. Kijk. Ja. Dus je hebt ook nog wat van Sander geleerd, zeker. Begrijp ik. Wat heb je van Sander geleerd? Oh, ja, veel. Nou, we hebben de televisietak mee vormgegeven. Ja. En dat was toch wel, als ik nu die dingen zie, dan denk ik, hoe hebben we dit ooit kunnen maken? Nou, toen je begon was er alleen radio. Maar toen was het heel goed. Ja. Nou, Bart had eigenlijk toch wel een charge gemaakt voor tv en het redactiegebeuren toen. Die nam dat toen met twee handen aan en heel serieus. Ik vind, ja, als ik dat terug zie, denk ik van ja, dat is ongelooflijk hoe hij in zijn rol gegroeid is. Zie je hem gegroeid? Ja. Gaat er voor het plan, hè? Niet over mij. Nee, maar eventjes, even terugkijkend. Is hij gegroeid? Absoluut. Ja, gewoon op hele fronten. Ook gewoon zijn ik vond in het begin toen al dat hij eigenlijk toen hij eenmaal die verantwoordelijkheid kreeg, dat hij die ook pakte. Dat hij misschien vanuit dat hij toch wel heel assertiever geworden werd. En dat hij echt zei van ja, we gaan dit zo doen en ik spreek je aan op jouw verantwoordelijkheid en zo. En dat heeft er wel ingehouden. Ik denk dat gewoon heel belangrijk is geweest voor de omroep ook. Ja. Hij is wel gewoon een hele consistente en consequente factor. Had je gedacht dat hij zich zo zou ontwikkelen? Dat is even het functioneersgesprek. Maar had je gedacht dat hij zich zo zou ontwikkelen, waardoor hij nu eigenlijk een beetje het gezicht van PNM is? Ja, het zat er wel volgens mij al veel in. Dus ja, ik zou er niet van te kijken. Ik zou er niet van te kijken, nee. Oké. Nee. Dan gaan we naar het plan. Ja. Bach, want dat heb je volgens mij veel liever. Morgen halen we wel. Dit is ook wel leuk om te horen. Ja dat vind ik wel leuk om te horen, ja. Oké. Ja. Maar je wilt gewoon prijzen, hè? Want morgen... Morgen voor de kijkers thuis gaan we naar Hilversum. En misschien dat jij een prijs krijgt voor is geen presentatietalent. Zich, wat geweldig, toch? Presentatietalent. Wie had dat ooit durven dromen? Ja, Sander wist het al. Ja, ik dacht dat toen in 2012... Koop dat hij wordt. Ja, ja. Ja, toen zag je al die ruwe diamant. Toen was Nick nog niet bij de... Nee, dat was eigenlijk een ruwe diamant. Dat was een ruwe diamant. Ja. En die kun je blijven opschuren. Maar die wordt misschien omroep vrijwilliger van het jaar. Ja. En dan hebben we nog Inigo Beker met een podcast. Precies. En we hebben het corona-programma. Activiteiten rondom corona en een documentaire. En jij mag dat vertegenwoordigen. Ja. Omdat hij maar een zeer bescheiden rol had. Ja. Maar als ik daaraan terugdenk, even terug over die lokale media, was het niet normaal dat wij 4 keer genomineerd zijn. We gaan morgen met een aanhangkarretje gaan we naar Hilversum. Om al die bier prijzen... of zo. Nou, dat misschien ook. Maar we reizen gewoon rond in Hilversum als onze pronkstukken vanaf. Maar dat is toch onvoorstelbaar? Ja. Ik denk even terug in het begin aan Bart en dan al die, zeg maar, nominaties. Die, dat is fantastisch. Maar dat is toch gewoon ook een kers op de taart. Die waardering die... of je het nodig hebt, misschien wordt groot gezegd. Maar dat voelt wel goed als je die krijgt. Dan weet je dat je gewoon wel serieus genomen wordt. Ja. Ook op landelijk niveau. En dat je gewoon meedoet om dingen. Is het dan ook zo dat als je jezelf serieus neemt en je krijgt die complimenten, dat je op een gegeven moment ook denkt, ik wil nog beter worden. Ik ga zo'n strategisch plan schrijven. Zit dat er ook een beetje achter? Dat je jezelf ook die lat steeds wat hoger legt? Ja, dit hoort er natuurlijk ook bij. En ook hoe je de toekomst omgaat met al die content, al die programma's die je maakt. Hè? Ja. Want we gaan er naartoe dat je het niet meer alleen maar voor een bepaald medium maakt. Of jij juist wel voor een bepaald medium. Ja. Dat is niet meer voor radio en televisie. Nee, maar vroeger was het gewoon standaard radio en televisie. Maar waar gaan we naartoe? Schets dat beeld dus. We gaan naartoe dat we verschillende doelgroepen gaan... dat we de content gaan aanbieden voor de verschillende doelgroepen met verschillende platformen. Dus dat je dat je Facebook gebruikt voor die doelgroep, de televisie voor die programma's. En dat je heel gericht gaat kijken waar je die programma's neerzet en programmeert. Mm-hmm. Om de juiste mensen te bereiken. Ja. Want nu bereik je alleen de echte televisiekijkers. Maar die televisiekijkers die zijn toch steeds minder. Hè? Tenminste, de jeugd kijkt
helemaal niet meer zoveel televisie. Nee, ik denk dat je de jeugd... dat wordt heel lastig, denk ik, als je die nog naar tv wilt halen. Maar dan, ik denk dat je het niet moet ambiëren. En dat je gewoon moet zeggen, de jeugd, daar bieden we een YouTube-kanaal voor aan. Of een eigen kanaal bouwen we op. En dat we ze daar iets gaan aanbieden. Wat bijvoorbeeld wel werkt, is dat je wel kunt teaseren online naar tv-dingen die je doet. Ja. Dus noem eens iets, een PNM Liedjesfestival. Ja. Hè, dat je daar aan de voorkant online heel erg mensen voor warm kunt maken. Van, we gaan daar op tv live mee. Of op Facebook gaan we daar live mee. Ah, ja. Of achter de schermen dingetjes. Je wilt gewoon je eigen liedjes daar gepromoot hebben. Dat begrijp ik. Daar hebben we het niet over gehad. Ja. Maar gebeurt dat al, wat anders? Het gebeurt al. Maar, en we gaan nog verder daarin. Hm? Door juist te kijken dat je bijvoorbeeld de item speciaal voor online maakt en niet meer voor het nieuws op televisie. Want dat je daar een onderscheid in maakt. Ja. Een bepaald onderwerp kun je iets van politiek nemen en daar verschillende kanten belichten. Mm. En online ga je juist de mensen op straat voor de jongeren opzoeken. Is dat een cultuuromslag? Is dat, ik ben natuurlijk ik ben gewend televisie te kijken. Hè, dus voor mij is dat... ik ben geen YouTuber, zeg maar. Dus, maar is dat voor jou vreemd om te doen? We stappen wel af van het traditionele wat je altijd hebt gedaan. Maar ik denk dat het ook heel geleidelijk is. Hè. Je moet wel. En het gaat heel geleidelijk. En je ziet dat andere mediapartijen ook doen. Dus in dat opzicht zal dat geen cultuuromslag zijn. Nee. Maar wel een andere manier van werken. Op de redactie bijvoorbeeld. Ja. Dus de mensen zullen er niet zoveel van merken. Maar wij wel, omdat we meer doelgroepen kunnen aanboren. En dat juist kunnen meten wie we daarin bereiken. Ja. Is dat actuele content eerst online posten om in te spelen op de hoge verwachtingen? Dus dat hebben we het net over gehad eigenlijk. Hè? Dan hebben we, even kijken, want ik ga naar C. Online first, verbeter inzicht. Hebben we verbeterd inzicht in bereik, content en behoefte van doelgroepen. Ja, dat is wat ik vertelde. Want dan kun je zien online hoe daarop gereageerd wordt. Hè. Nu kunnen we online ook alles heel goed meten. Ja. En we gaan daar met een nieuwe website, een nieuwe app nog verder in. Ja. Zodat we precies kunnen zien wat de behoeften zijn. Ja, nu weet je dat ook alweer, interviews en... Wij weten ook wel wat we maken, wat het succes kan hebben. Hmm. Maar daarin kun je nog betere keuzes maken en nog de doelgroepen beter bereiken. Ja. Is er een lokale omroep die al zo werkt in de regio? Ik denk dat dit niet heel nieuw is. Nee, niet heel nieuw, maar in de regio eventjes. Is er ergens een voorbeeld? Nou ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar een 1 Limburg of een Omroep Venlo. Ja. Je ziet dat zij bijvoorbeeld op Instagram bepaalde zaken zo neerzetten... dat ze wel bepaalde nieuwsfeiten plaatsen... zodat ze dat weer makkelijker kunnen doorlinken naar hun eigen kanalen. Dat is het ook, hè? Het doorlinken. Naar elkaar blijven wijzen met alles. Waardoor die bezoeker ook jou gaat vinden. Want met online is het wel, ze moeten jou wel... vinden. Ze moeten je liken of volgen of wat dan ook. Mm-hmm. Dus dat is wel de uitdaging om die bij je te krijgen, die mensen. Ja. Doen wij dat wel al, maar niet structureel? Nee, dat doen wij wel al. Maar we gaan dat stapje verder in. Mm-hmm. Door juist nog meer gebruik te maken van de krachten van die media. En juist de media gaan gebruiken. Zo'n TikTok, Snapchat, dat zijn wel sociale media die in opkomst komen. En je weet niet wat er over een paar jaar in is. Ja. Ja, jij kunt er dan niet bij houden. Dat is ook een cultuuromslag wat je zegt, denk ik dan. Moet die van jou of van mij... Ja, ik ben ook echt tv, reguliere tv. Maar ik denk als je juist die cultuuromslag ook naar buiten draagt... dat je vanzelf mensen aantrekt. Die daarmee, een 20 of een 25er, die daarmee echt goed is. Die zegt, ik ga dat wel doen van jou, die TikTok-dingen. Ik denk niet dat je dat zelf nog moet willen gaan doen. Nee. Dat kan weer met die academy die we hebben. Ja. Of dat Media Lab, daar kun je mensen en formats uitproberen. Ja. Dus dat heeft wel raakvlakken met elkaar. Beloof je dan één ding, Bart? Ja? Dat je niet zo'n dansje doet op TikTok? Nee, ik heb ook geen TikTok om daar dansjes op te doen. Nee, dat past niet bij mij. Nee. Morgenavond. Als je het plan bekijkt, dan zie je wel weer een dansfoto. Dat hoefde er voor mij ook niet in. Maar dat heb je niet zelf. Ja, want het klopt. Je refereert er zelf aan. De dans met de burgemeester. Ja, jammer dat ik nu weer aansluit. Vandaag, zoveel jaar geleden, ik kreeg nog een herinnering. Ja. Was een leuk moment. Een herinnering van haar?
Of, nee, op Facebook. Oh, ja. Dat zou kunnen. Leuk, hè? Dat was leuk. Maar ja, dat zijn ludieke dingen. Ja. Nee, maar wat Sander ook zegt, door dat die mogelijkheid te laten zijn, trek je ook weer mensen aan. Ja. En dat stimuleert ook weer groepen om daarmee aan de slag te gaan. In een medialab of in een academy. Dat is eigenlijk de structuur zoals het in het plan staat. Ja, alles heeft samenhang met elkaar. Ja, dus dat online first, dat klonk jou als muziek in de oren, Sander. Ja, ook. Maar het is ook gewoon onontkoombaar. Ja. Als je dat niet gaat doen, dan word je gewoon een stoffige zender. Ja. Zo is het dan. En wat er ook in staat, sorry dat ik onderbreek, maar meer live bijvoorbeeld. En meer op die plekken zijn en dingen doen waar het gebeurt. Ja. Om nog meer die slag te maken. Die kwaliteit en nieuwsgaring en journalistiek bieden. Mm-hmm. En aan de andere kant live zijn en daar waar het gebeurt. Op de plekken waar je wil. Dus ook meer in de kernen. He, je ziet de foto daar in de Kevelberg. Ja. Waren leuke momenten. Ja. En dat willen wij verder uitbouwen. Even naar jullie allebei. Hè. Jullie zitten hier toch gebroedelijk naast elkaar. Wat veel mensen niet lukt, hè, is om van je hobby je werk te maken. Lukt heel veel mensen niet. Is jullie gelukt? Ja, Sander, is het misschien. Is het jouw hobby? Ja, het is mijn werk, maar ik heb nog meerdere hobby's. Dan? Zie je meer hobby of zie je meer werk? Nee, ik zie wel werk. Ik hou wel een werkethos, zeg maar, en niet een hobbyethos erop na. Maar het is niet ontstaan vanuit hobby? Nee, ik wilde F-16-piloot worden. Dus dat was na één dag in de keuring was dat voor mij. Dus toen moest ik wat anders verzinnen. Ja, nu word ik nieuwsgierig. Wat was het dan in die keuring waardoor het niet werkt? Oh, dat weet ik al niet meer. Weet ik al niet meer. Daar wil je niet over hebben. Dat mocht je ook niet zomaar. Nee, maar jij wilde altijd journalist worden. Ja, leerkracht, toch? Ja, ik wilde altijd iets in doen met radio, televisie. Maar de kans dat het lukt is zo klein en zeker hier. Ik dacht, ja, dan ga ik voor een beetje de veilige weg. Ja. En toen heb ik inderdaad de PABO gedaan en nog een mastertje daar, hier en daar. Ja. Van wie heb je nou het allermeeste geleerd? Dat weet ik, ja. Nou, ik denk door kritisch te zijn op jezelf. Misschien wel het meeste van jezelf. Want ik zie ook wat ik niet wil en juist wel wil. Ja. Ja, misschien klinkt het arrogant, maar sommige mensen eisen dan ook succes op. Hè? Ja. En dan denk ik, ja, dat is ook een beetje gek, want je doet het uiteindelijk zelf. Ja, je doet het zelf. Nou, laten we vooropstaan wat je wel en niet wil. Dit wil je absoluut. Hier sta je vierkant achter dit plan. Ja, ik vind het is ook een plan van de gemeenschap. We hebben het samen geschreven. Ja. Dus wij onderstrepen dat gewoon. Ja. Nee, maar hier wordt een structuur neergelegd waar je de komende jaren mee vooruit kan. Ja. En kwalitatief weer stappen. En er staat ook niet wezenlijks iets heel vreemds in. Hè? Nee. Dat je daar van ondersteboven valt. Dus de mensen gaan ook morgen ook echt niet iets anders zien of horen. Dat moeten we ook niet doen, alsof het vanzelfsprekend is wat er uiteindelijk straks vier nominaties zijn. Dat is ook niet vanzelsprekend voor elke lokale zender. Nee, maar het is ook opgebouwd natuurlijk. Ja. Ja. Goed, dan heb ik je genoeg complimenten. Ik heb al heel veel gegeven. Gezegd nu. Misschien kun je afsluitende vraag voor Sander doen. Sander, staat er nog een project binnenkort op het programma? Ik ben bezig met een making-of documentaire voor L1 over de opera Rusalka, die in het Grensmaas Consortium gehouden wordt. Oké. Okay. Dus met Sef Tisse onder andere en Fana Ograjansek. Je gaat van alle kanten uit met die docu's, hè? Van fietsen naar andere dingen. PTTS. En ook de nominatie onlangs voor die andere docu's. Peters en Paulus. Ja. Helaas niet verzilverd. Of ja, helaas. Het was mooi om daar om bij die drie te zitten. Dus, dus ik hoop dat jullie de nominaties morgen wel gaan verzilveren. We moeten het afwachten. Proberen zo veel mogelijk te laten zien. Dat is meteen ook het volgende item. Namelijk, hoe zorg je ervoor dat je bekend bent, representatief en zichtbaar? Want dat is ook natuurlijk belangrijk. En daar praten we zo meteen met Kamerlid Mustafa Amaj over. Dankjewel voor de komst hier. Ja, voor de komst hier. Dit is een thuiswedstrijd voor jullie. We gaan even kijken naar een introducerend filmpje. Naast het in de kerker spelen van anderen is het ook een goede en representatieve zichtbaarheid van het merk Omroep PNM zelf van belang. De huidige tijd kenmerkt het door een overvloed aan prikkels, waarbij allerlei merken via allerlei kanalen strijden om diezelfde aandacht van de doelgroep. Door zowel online als offline dicht bij je belangrijkste doelgroepen te zijn en te komen, bijvoorbeeld door het inzetten van verschillende kanalen en een promoteam, kom en
en blijf je top of mind. En daarom wil de omroep op locatie zijn en daar waar het gebeurt. Ja, intussen aan tafel geschoven, Mustafa Amhaus, Kamerlid van het CDA en de voorzitter van Omroep PNM, Maurice Vervoort. Welkom beide. Allereerst Maurice, gefeliciteerd, want ik heb uit betrouwbare bron begrepen dat jouw zoon geslaagd is voor het VWO-examen. Ja, je zit een ontzettend trotse vader. Ja, dan zie je het, hè. En voor u, mogen we bekend u trouwens? Ja, zeker. Voor jou is het een tijdje geleden, denk ik. Is er dit jaar een geslaagde bijgekomen? Nee, volgend jaar zit er eentje 5 VWO. Oké. Okay. Dus dat moet nog een jaartje. Ja. Dan kan het weer gevierd worden. Eerst over de politiek. Eén vraag, Maurice, neem me niet kwalijk. Wat is er toch aan de hand met het CDA? Ik weet het niet. Ik heb iets voorbij zien komen, maar ik durf mijn telefoon niet te openen. Ja. Ja. Hoe doet jullie leider het in het formeren? Formeren? Ik denk dat het formeren dat nu wel dadelijk steeds dichter bij elkaar. Ja? Mevrouw Hamer die moet toch iedereen even bij de les houden. Ja. En iedereen formeren is natuurlijk ook weer strategisch altijd. Geven en nemen, ja, wie doet maar wat. Het lijkt net als vroeger bij op school. Hè. Wie is vriendje van wie? Ja. Maar het wordt nu tijd dat we inderdaad... Maar er wordt gezegd dat jullie leider een beetje de leider op rechts wordt. Nee, dat kan niet. Kan niet, hè? Nee, kan niet. De CDA is een uitgesproken middenpartij en daar blijven we bij. Zit er nog een leuke functie in het vat? Dat weet ik niet, functies. We zijn volksvertegenwoordiger en gelukkig ook met veel steun vanuit Pelemaas. En dat is, daar heb ik inderdaad vroeger van mijn hobby nu mijn werk gemaakt. Ook al gelukt. Ja. Heb jij van je hobby je werk gemaakt, Maurice? Nee, ik heb van mijn werk mijn hobby gemaakt. Oké, dus je bent van je werk gaan houden? Ja, absoluut. Ik zou niks anders meer willen. Nee. Ja, echt. Ik ben als knippende kapper begonnen, heel simpel. Maar ik ben daar doorgeroeid door een beetje proberen te ondernemen. Ja. En dat is het mooiste vak wat er bestaat. Ja. En dan word je als ondernemer voorzitter van de omroep. En dat betekent iets waar je eigenlijk ook nog niet zo heel veel mee te maken had. Wat trof jij aan? Laat ik beginnen dat ik helemaal verstand... Nul verstand had van tv en radio, echt niks. Nee. Nee, ja, ik trof gewoon een organisatie aan waar 110 vrijwilligers rondrenden en één werkende kracht. En die ik heb een paar dagen mee mogen werken met uitzendingen, live-uitzendingen. Ja, die daar lyrisch van zijn, van wat ze daar neerzetten, wat ze daar bouwen, wat ze daar willen neerzetten, wat ze willen uitstralen. Ja, daar krijg je er weer kippenvel van. Wat een passie wat in die mensen zit. Echt fantastisch. Ja. Super trots op. Ja. Dit plan gelezen, meneer Amhaus? Ik heb het vandaag het concept gelezen in de trein. Dus ik ben net terug uit Den Haag en ik heb erin gekeken. Ja, want Kamerleden kunnen heel snel lezen. Hè? Vrij snel, maar je haalt wel zeker de essentie eruit. Maar het is een heel mooi plan, ook hoe het opgezet is. Ja. Het is niet alleen maar platte tekst. Ik moet zeggen, ook de vormgeving, maar ook de boodschap, die komt er helder uit. Ja. Ook knap moet ik zeggen dat de organisatie als de omroep toch bezig zijn, niet alleen maar met de waan van de dag, maar wel ook duidelijk een stip op de horizon hebben, mm-hmm, waar ze naartoe willen. Ja, dan is het voor politici natuurlijk ook altijd belangrijk om representatief en zichtbaar te zijn. Hè? Ja. Hoe doet de omroep het? Ik vind de omroep deed het al goed. En als ik de plan lees, is daar de ambitie. En ik denk dat dat het belangrijkste is, wat Maurice net ook aangaf. Als je passie en ambitie kunt combineren, dan komen er hele mooie dingen los. Ja. Hoe werkt dat bij het CDA? Dat is natuurlijk een soort promoteam. Die zorgt ervoor dat mensen naar voren worden geschoven om op een gegeven moment te shinen. Of werkt dat niet zo? Nee, kijk in alles, of dat nou in een organisatie is of bij een club, is er is altijd natuurlijk een soort piramide. Maar de mensen die het echte werk doen, dat is het fundament. Mm-hmm. En dat geldt hier ook. Als ik hier elke keer binnenkom, als ik zie hier hoeveel jongeren hier achter op de schermen zitten, hè, of achter de monitor. Ja, als jij zegt, daar krijg je kriebels van, dat vind ik leuk. Ja. Dat vind ik leuk, dat ik jonge talenten, dat die de kans krijgen om hier te werken, om hun hobby uit te voeren. En vaak een springplank, dat staat daar ook in. Ja. Die DJ, die jongen die hier ooit muziek heeft gedraaid, nu bij... Jules van Es? Ja, bij Q-Music of bij 538 heeft hij gezeten. Ja, dat zijn toch hele leuke dingen. Ja. Zichtbaar en dichtbij zijn, dat is de bedoeling, hè? Ja. Die combinatie, scheurt dat niet? Nee, zichtbaar, niet. Dichtbij en toch jezelf profileren. Nou ja, wat ik toen ik bij de omroep wat ik gewoon miste, dat er heel veel dingen, leuke dingen hier gebeurd, maar dat de omroep eigenlijk geen gezicht had.
En ik vind dat de Omroep best wat meer naar buiten mag treden met wat ze doen. En vooral trots mag zijn op zichzelf. Wat meer, we mogen best wat trotser zijn op wat we neerzetten. Mm-hmm. Want we zitten hier nu in een noodstudio. Ja. En toch ziet het mooi uit. Maar we krijgen dadelijk een hele nieuwe studio. Waar we elke dag in principe live kunnen houden. Ja. Daar mogen we echt trots op zijn. Maar wat bedoel je met we mogen trotser zijn? Hoe uitzicht dat? Dat wij met de borst vooruit door de gemeenschap lopen hier? Ja, je mag je best af en toe van de daken schreeuwen. Hoe leuk uitzending we gemaakt hebben, dat vind ik echt wel. Dat doen we veel te weinig. Ja. We laten ons te weinig zien wat we doen. Ja, maar we zitten hier toch in een heel bescheiden gemeente die dat misschien. Je hoeft niet arrogant te zijn, helemaal. Daar ben ik zelfs wacht van. Maar je mag het best laten zien wie je bent en wat je doet. Dat sluit me bij aan. Er is een groot verschil tussen arrogantie en de mooie dingen laten zien. En soms zijn we hier in het zuiden. Ik kom ook in andere delen van Nederland, hè, waar ze dan. Op tenen lopen, dat is ook weer niet de bedoeling. Maar de goede dingen laten zien. En wij moeten ook soms ook iets minder bescheiden zijn. Want we hebben inderdaad hele leuke en mooie dingen te laten zien. Zowel binnen de omroep, maar ook wat mijn voorgaande sprekers zeiden. Over de mooie bedrijven. Ik noemde dat ook in het stuk zelf. De parels binnen Peel en Maas. Haal die naar boven, laat die zien. Of een ondernemer is of een jong talent in de sport. Of iemand die iets heel anders doet, die hier woont. Maar mooie dingen heeft gedaan misschien in de coronatijden. In ziekenhuizen of weet ik wat. Dus Peel en Maas is zo divers. En ik denk dat de omroep daar een heel mooi platform is om die parels te laten zien. Ik moet een beetje lachen. Ik moet opeens denken aan de keer dat Buma nog leider was. Ja. En dat wij in Den Haag met omroep PNM waren bij de uitslagenverkiezingen. Ja, dat was een feestelijke dag voor het CDA en voor u in het bijzonder. Ik vraag me nu opeens met terugwerkende kracht, vraag ik me af. Hoe heeft Buma überhaupt gedacht, wie zijn dat bij omroep PNM? Want hij zal ook gedacht hebben, Mustafa. Wie is dat? Dat is geen L1. Heeft u zich dat niet afgevraagd? Ik weet niet of Buma dat zich afgevraagd heeft, maar noem ik even jullie als omroep. Jullie slagen er wel elke keer in om wel daar aanwezig te zijn. Of laatst was dan Hoekstra in Californië. Ja. Dan stonden jullie in één keer met de microfoon bij hem voor de neus. En dat zijn spontane, leuke dingen. En daar is niet te bescheiden zijn, gaan we er wel naartoe. Ja. Nee, we gaan er naartoe. Ja. En wie dat dan ook is. Het is onze regio, wij willen ook ergens vooraan staan. Ja. Dat is het enthousiaste van deze omroep. Van is er wat, willen we erbij zijn. Juist. En als anderen niet doen, wij doen het wel. Ja. Ja. En dat is het gewoon het chique. En het respect voor al die vrijwilligers die toch de vrije tijd nemen om toch die dag voor de omroep op pad te gaan. Ja, ik heb er wel enorm veel respect voor. Ja. Ik zag in Den Haag heel veel mensen kijken naar PNM. En er waren mensen die mij aanspraken toen ik naar de auto liep om 2:00 s'nachts na de uitslagen, toen die bekend waren. En die kwamen heel even vragen, meneer, mag ik wat vragen? Waar staat PNM voor? Dat wilden ze wel even weten. Maar dat weten ze nu wel een beetje, hè, Peel en Maas. Nu is het bekend in Den Haag? Peel en Maas is wereldwijd bekend. Kijk, dat bedoel ik. En wij willen eigenlijk dat nog meer een gezicht geven. Hoe gaan we dat doen, Maurice? Door dus nog meer naar buiten te treden. Met ons te laten zien en vertellen wat we doen. Met een bepaald promotieteam wat we graag op de kaart willen zetten. Hoe werkt zo'n promotieteam? Ja, met de leuke groepen mensen Peel en Maas ingaan om ons te laten zien wie we zijn. En dan kunnen we driezijdig doen om te kijken van hoe onze kijk- en luisterdichtheid is. Om te kijken of we misschien nog donateurs kunnen winnen. Maar vooral om ons te laten zien, denk ik, dat het allerbelangrijkste is. Ja. Het is bijna een soort campagne zoals bij het CDA, hè? Nee, maar het gaat... De straat op. Maar ik denk dat een omroep belangrijk is inderdaad die zichtbaarheid. Hè. Zijn ze aanwezig en zijn ze ook bij mooie dingen aanwezig, waar je ze eigenlijk misschien niet altijd verwacht, maar daar zijn ze, wat Maurice ook zegt. En natuurlijk een stuk inhoud. En wat je nu ziet, en dat is ook belangrijk, dat je ook de moderne media. Als ik zelf, ik kijk nooit naar de televisie PNM, maar als op mijn telefoon, je zit continu in, of het nou in de trein is of ergens anders, dan ben je continu op de Facebookpagina, of dan ben je wel aan kijken. Dat zie je ook met L1 of 1 Limburg. Je gaat niet naar een pagina toe, maar je kijkt wel heel veel op de social media. En dat vullen, daar ben je ook elke keer zichtbaar. Dus als er nieuws is, dan behoort omroep PNM, zeker voor de mensen hier, dat even zeggen, even checken wat omroep PNM te vertellen heeft. Dus in Den Haag wordt het wel goed in de gaten gehouden? Ik in elk geval wel. Ik zeg niet dat iedereen in Den Haag naar omroep PNM kijkt. Ja, maar dat verwachten we wel een beetje ook van de Kamerlid uit deze regio. We hebben een goede ambassadeur daar in Den Haag, dat kan ik wel zeggen. Die weet ook wat PNM betekent. En komen jullie nog bij elkaar als Limburgers staat trouwens?
In Den Haag is dat nog steeds standaard? Nee, of is zijn Nee, nu met corona is alles stilgevallen. We hadden wel eens, ook vanuit de provincie is ook behoorlijk wat stilgevallen. Dus er was wel één keer in zoveel tijd de Limburg-borrel, zoals ze noemen. Hè. Ja. Partijoverstijgend, om ook de contacten te hebben. Ja. Maar dat is allemaal, met corona is allemaal stilgevallen. Dat gaat niet meer. Zichtbaar worden, promoteam, grootse plannen. En de andere plannen? Want u heeft het doorgekeken. Ja, ik vind het ontmoeten, en daar had ik net ook met Henk over toen ik hier binnenkwam. Hè. Ja. Bij elkaar brengen, of dat nou sportclubs is, of op sport te praten. Hè. Of dat nou Bevo is, of Peelpush, of zoiets. Daar zijn mooie nieuwe kansen voor. Of ondernemers bij elkaar te brengen. Dus ik denk dat Omroep PNM een heel mooi platform is om initiatieven of gelijksoortige te laten ontmoeten. Om daarover, dan maak je het ook groter. Ja. En toch dicht bij huis. Dat is denk ik belangrijk. Groot en klein vertalen. Ja, het is natuurlijk, je zit niet alleen een Kamerlid, maar ook de voorzitter van Bevo. Hè? Kan de Omroep PNM daar nog een rol spelen? Want hier was laatst de directeur van NLPO, die zegt... ja, die bedrijven die moeten eigenlijk gebruik maken van de middelen die wij hier hebben... waardoor ze met elkaar in gesprek kunnen gaan, anderen kunnen bereiken... bedrijven bij elkaar kunnen brengen. Is het niet de mogelijkheid, ja, ik zit eigenlijk een open sollicitatie te houden... realiseer ik me opeens, voor Bevo, waar toch ook veel bedrijven achter zitten? Zeker, want de Omroep PNM is altijd bij de Bevo-wedstrijden... met de radio aanwezig. En als er interviews zijn met de trainers, dan zijn het ook. Maar dat kan inderdaad een kans zijn, inderdaad, ook met de netwerk die je hebt... Als je hier bijvoorbeeld naar het netwerk, naar die bedrijven gaat... en die bedrijven kunnen ook laten zien wat ze maken. Hè? We hebben hier mooie bedrijven op het industrieterrein zitten. En dat hoeft niet over hele grote bedragen gaan. Ik heb de begroting gezien. Hè? Knap met het budget wat jullie hebben, wat jullie voor elkaar krijgen. Als je daar 10% extra op kunt halen door bij die bedrijven, dat is heel wat. Yeah. En ik denk dat ook heel veel bedrijven vanuit zijn maatschappelijke... we noemen dat dan in Den Haag heel modern MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen... Zo'n initiatief toch moeten kunnen steunen. En dat is een beetje ook misschien een omroep. Ik kijk daar niet als wiegel in de camera. Nee. Maar ik zou zeggen tegen ook de MKB-bedrijven in Pelemaas. En natuurlijk weten we dat er een aantal moeilijk hebben. Maar er zijn ook bedrijven die het ook goed gaat. Ja. Het is een mooie omroep, denk ik, die heel veel waarde is voor onze regio. Dit moet toch misschien een oor klinken, Pris? Ja, want daar liggen juist ook onze kansen. En dat staat ook duidelijk in ons programma. Dat is juist door bedrijven samen te brengen en bedrijven te laten kijken... ook voor de omroep financiële kansen liggen. Dus natuurlijk zijn, alles moet betaald worden. We kunnen niet van de lucht leven. Er moeten wel centjes binnenkomen, er moeten wel op letten. Dus daar zijn wij als bestuur ook heel belangrijk voor. Vanaf 2016 in de Kamer, bevalt het nog? Ja, maar ik hoop wel dat er snel nu geformeerd gaan worden. Want we denken dat we uit de crisis zijn. Hè. Ik heb ook met Maries daar heel vaak over gehad, hè, toen we in de crisis zaten. Bedrijven die best wel moeilijk hebben... En we hebben nog een hele lange weg te gaan. Dus ik hoop inderdaad dat nu de formatie toch dichter bij elkaar komt... dat we ook ons werk kunnen gaan doen. Want dat is belangrijk. Want nieuw beleid is toch afhankelijk van het kabinet. Maar gaat die Hoekstra een beetje meewerken dan? De partij is groter. En het gaat niet alleen ook over ons. Het gaat over de partijen die daar zitten. Maar overlegt hij dan met jullie? Hoe doe ik het? Ja, net als een organisatie praat je natuurlijk met je mensen, met je team. Ik neem aan dat ze hier bij de Omroep PNM ook met de mensen praten, met het team. Dat jongeren inspraak krijgen. En dat doen wij ook. Ja. Ja. Wat was het laatste advies wat je aan Wopke hebt gegeven? Is authentiek blijven. Ik vind het heel belangrijk, blijf dicht bij jezelf. Je hebt af en toe wel eens in de politiek dat er heel veel mensen... heel veel adviseurs zijn. Je hebt geen gebrek, zeker leiders hebben vaak geen gebrek aan adviseurs. Ja. Maar blijf ook heel vaak dicht bij jezelf. Wat je zelf bent, dat je dat authentiek kunt doen. En dat raad ik eigenlijk iedereen aan. Ja, hoe belangrijk is voor het CDA, zijn de lokale zenders? De lokale omroepen, hoe belangrijk zijn? Heel belangrijk. Harry van der Molen, ons Kamerlid, heeft zich er ook echt voor ingezet... Hè, in de kader van de landelijke budgetten voor regionale omroepen. Dat is heel belangrijk. Want als je dat weghaalt... Hè, kijk, de landelijke omroepen, dat is wat we hebben. Maar je haalt echt wel... Als de lokale omroepen zouden omvallen, dan haal je echt wel iets weg. Maar ik ben ook wel blij dat er ook samenwerking is. Ik zag het ook, hè, met de lokale omroepen en Limburg. Hè, dus dat die samenwerking opzoeken. Maar ik vind het wel een toegevoegde waarde. En dat wordt ook, denk ik, in Den Haag ook wel duidelijk uitgesproken door verschillende partijen. Ja. Nou, wij hopen allemaal, Maries, hè, want jij bent ook echt een politieke liefhebber, volgens mij. Is niet zijn hobby.
Dat is niet zo'n hobby. Dat is knippen. Ja, maar hij lacht heel vriendelijk. We hebben het thuis heel goed verdeeld. Ja, precies. Oh, dat is het pakje aan voor de vrouw. Maar ik hoop dat het voor Meri heel snel gaat. In ieders belang. Dank voor de komst hier. We komen elkaar vast en zeker weer tegen. Al dan niet achter een camera of met een microfoon onder de neus. Dank voor de bijdrage hier. En heel veel succes aan ook alle mensen achter de schermen. Want jij bent altijd in beeld, hè? Ja. Je weet, dit kan niet alleen mogelijk gemaakt worden, maar als die mensen ook niet achter die camera staan en achter het geluid. Dus, helder. Dit wordt goed ontvangen, denk ik. Dank voor de komst hier. Wij gaan kijken naar iets wat morgen zich af gaat spelen. Want wij zijn natuurlijk, ik heb het al gezegd, 4 keer genomineerd voor 4 lokale media awards. Dus volg Facebook nauwkeurig, want wellicht zitten we erbij. We gaan even kijken hoe dat eruit ziet. Sinds 2015 is Omroep PNM jaarlijks genomineerd voor een lokale media award. De prijzen voor de beste producties van de lokale omroepen. Dit jaar voor maar liefst 4 prijzen. Dat kan alleen maar met een betrokken club en medewerkers. Want ook in het afgelopen jaar stonden zij klaar om in lastige tijden verslag te doen, techniek te verzorgen en te besturen. Om de regio van nieuws, informatie en amusement te voorzien. Dat blijven we doen. Voor de regio. Want de inwoners verdienen een omroep om trots op te zijn. En intussen aan tafel geschoven, Dries van Voort zit er nog. De voorzitter van Omroep PNM, burgemeester Bob Vostermans van Bezel natuurlijk. En Anret Mestrom, wethouder van Pelemaas. Van harte welkom. Ja, even onszelf op de borst kloppen. Zo gaat dat dan, hè? 4 keer genomineerd worden. Ja, hoe bijzonder is dat eigenlijk? Ik bedoel, Bezel hoort net bij het uitzendgebied vanaf een bepaalde periode het afgelopen jaar. Hè? Dit jaar. Hoe komt dat aan? Ja, nou, ik bedoel, misschien zit er wel ergens een causaal verband tussen beiden. Hè? Ja. Ik bedoel, Bezel komt erbij en meteen in de picture en worden de mensen hier ook al met nominaties gewaardeerd. Ja, ik hoorde net Bart Nelis, hoofdredacteur, zeggen, ja, er zijn altijd mensen die dan succes opeisen. Hier zie ik daar ook even een voorbeeld van. Ja, ik Mestrom, ja, ik ga even maar naar u. Ja, draai maar even om. Ja, maar zo werkt het niet, hè? Nee, zo werkt het niet. Nee. Ik bedoel, we hebben deze lokale omroep toch al ettelijke jaren. Dus iets te veel eer, collega Bob, als dat een causaal verband zou zijn. Ja. Nou, ik zou die eer krijgen bij de vrijwilligers brengen, denk ik dat best. Ja, denk dat het daar thuis kijk. Precies. Ja, kijk. Twee handjes vector, we bieden de derde. Ja, precies. Maar hebben jullie het strategisch plan doorgenomen? En wat is daarbij opgevallen? Nou ja, laat ik zeggen, ik bedoel, voor gemeente Bezel is natuurlijk de omroep PNM Bezel eigenlijk nog relatief nieuw. Hè? We zijn nog aan elkaar aan het snuffelen en dat bevalt heel erg goed, zal ik ook meteen vertellen. En als ik dan kijk wat jullie hier met elkaar geproduceerd hebben, met de nadruk eigenlijk op met elkaar, dan past dat wat mij betreft ook heel erg bij, nou ja, de eerste indrukken die wij als gemeente met jullie als omroep hebben opgedaan. Ja. Lekker fris, vernieuwend, samen. En ja, ik weet niet of je dat nog allemaal gaat vragen, maar als ik er dan één ding mag uitlichten, is bijvoorbeeld ook de positie die je voor jeugd in gedachten hebt en daar ook echt serieus mee iets gaan doen op een vernieuwende manier. Mm-hmm. Ja, dan denk ik van ja, dat past ook heel erg bij wat wij als Bezel mee willen uitstralen. Jullie konden ooit kiezen tussen 2 zenders, laten we nog 1 keer benoemen. Wij kregen dan de eer. 3 zelfs. Oh, 3 zelfs. Oké. Wij kregen dan de eer om dat te mogen doen. Nou, we hadden ook een bepaalde belofte gedaan. Dus dat is goed gevallen. Ja, wat is dat tot nu toe goed bevallen? Absoluut. Nou, wat mij eigenlijk het meest opvalt, en ik moet zeggen dat in het voortraject had ik daar ook wel alle vertrouwen in opgebouwd, is de betrokkenheid van de omroep bij de gemeente. En dat is volgens mij een hele belangrijke basis. Op het moment dat je die betrokkenheid hebt door er te zijn, maar dan ook op momenten te zijn dat wij het niet eens misschien verwachten. Mm-hmm. Ja, dan creëer je volgens mij wel een band met elkaar waar je ook op kan voortbouwen. Mm-hmm. En dat is wel een van de eerste indrukken die mij ook gewoon heel erg enthousiast maken. Dat weet Maries ook. Daar hebben we ook met elkaar vaak contact over. En dat moet ik zeggen, dat ligt natuurlijk ook voornamelijk bij al die vrijwilligers die ook de moeite nemen om nu ook de Maas over te gaan. Ja, aan deze kant van de Maas doen we het al een tijdje. Maar ook aan u de vraag, of wat jij het mogelijk kan tutoieren. Aan jou de vraag van, ja, wat zijn de ervaringen met Omroep PNM? Die ervaringen zijn ontzettend positief. We moeten even terugdenken. Ik denk dat het een jaar geleden was bij de nieuwjaarsreceptie. Is er ook bewust een pluim uitgedeeld. We hebben de afgelopen jaren de omroep echt zien groeien, zien ontwikkelen.
Met name ook de toevoeging van de vele jeugdige vrijwilligers wil ik heel graag op dit moment even, even expliciet benoemen. Ik denk dat dat gewoon heel mooi is. Ja, wat jij zegt, Bob, is wel heel mooi. Ik denk de laatste tijd steeds vaker, er rijdt alweer een busje van Omroep PNM. Het is maar één busje die er kan rijden. Het is maar één busje, ja. Maar op de een of andere manier is die zichtbaarheid gewoon in al die 11 kernen van Peel en Maas, ja, het wordt gezien. Ze bouwen een echt, ja, jullie bouwen gewoon ook, ook met het programma, een identiteit op. Het wordt herkenbaar, goede informatie, betrouwbare informatie. Mm-hmm. En daar herkennen onze burgers, onze inwoners zich in. Want anders dan zouden ze niet kijken, niet luisteren naar de programma's. Maar u zit er natuurlijk, een politicus, een burgemeester is het eigenlijk weer niet. Hè? Maar goed, een wethouder wel. Twee mensen aan tafel waarbij wij ook een beetje de waakhond moeten spelen. Doen we dat genoeg? Ik vind van wel. Want dat is ook een beetje de taak van de lokale omroep eigenlijk. Ik heb het idee dat jullie heel duidelijk de gesprekken voeren, de juiste vragen stellen en daarover correct informeren. Ja. Ja. Want dat kan wel eens lastig zijn natuurlijk in deze tijd. Als je veel met vrijwilligers werkt die allemaal in de samenleving zitten, dat je de politiek even aan de tand moet voelen. Dat klopt. En als ik dan zeg maar voor de gemeente Bezel spreek, we zijn natuurlijk net met elkaar begonnen. Ik hoop dat we elkaar zo meteen inderdaad ook, nu dat weer kan, fysiek ook, hè, ook weer gaan treffen bij bijvoorbeeld raadsvergaderingen. Mm-hmm. Want dat is zo'n moment waarop je ook de politiek kan bevragen op bepaalde standpunten of bepaalde richtingen die ze kiezen. Maar ik denk wel dat het een heel belangrijk onderdeel is van het werk van ook van de lokale omroep. Waarbij wel, dat zeg ik er eerlijk bij, ik bedoel, we hebben ook allerlei onderzoeksjournalisten bij kranten werken en bij landelijke media. Blijf ook in oog houden, zeg maar, de lokale touch. En daar kan je ook controlerend in zijn. Hè? Dus dat is geen tegenspraak ten opzichte van, je moet ook controleren, maar onderscheid je ook, zou ik zeggen. En hoe zou je dat kunnen doen? Nou ja, ik spreek wel eens met ook journalisten, zeg maar, vanuit het landelijke. Ja, en die vinden alles wat in Bezel gebeurt vaak niet interessant. Omdat het nou eenmaal heel, heel klein is. Mm-hmm. Of het moet echt een heel groot schandaal zijn. Dan weet ons wel te vinden. Dat heb ik gelukkig overigens ook nog niet meegemaakt. Maar kijk, lokaal is er natuurlijk ook allerlei reuring. Dat geldt in alle dorpen van Peel en Maas ook. En als een gemeenteraad een keuze moet maken over het wel of niet opknappen van een zwembad. Ja, dat is voor mensen buiten de gemeente niet interessant. Mm-hmm. Maar in de gemeente is dat echt hoofdonderwerp aan de kassa of in de kroeg. Nou ja, daar kun je natuurlijk als lokale omroep heel mooi ook op inspelen. Ja. Zeg je dan eigenlijk dat er zijn heel veel onderzoeksjournalisten die graag op korte termijn even willen scoren? Of druk ik dat heel... Van die gevaarlijke vragen natuurlijk op zo'n avond. Dat weet ik niet of ze op korte termijn willen scoren. Kijk, voor een gemeente als Bezel, maar ik denk, maar dat moet mijn collega uit Peel en Maas maar zelf vertellen, zijn natuurlijk veel landelijke journalisten, landelijke media, zijn weer minder interessant. Ja. Terwijl lokaal mensen natuurlijk ook over allerlei zaken een mening hebben, omdat ze betrokken zijn. Ja. En daar is volgens mij een hele mooie rol ook voor de lokale omroep weggelegd. Ja. Zo bedoel ik. Ik zie jou glimlachen. Ja, ik geniet altijd overigens als ik Bob aan het woord hoor. Oké. Ja, het enthousiasme en het gebruik van handen en zo, dat herken ik, maar dat waardeer ik ook. Ik vind het juist mooi dat je de mensen aan het woord laat en ook de tegengestelde meningen aan het woord en de man en de vrouw en het kind op de straat, hoe die denkt over het nieuwe gemeenschapshuis wat verbouwd wordt ergens. Mm-hmm. Weet je, dan komt het bij de mensen, dan heeft men ook echt het idee, dit gaat over ons, mm-hmm. dit gebeurt in onze omgeving. En daar heb je de lokale omroep voor. Ja. En dat doe je met informeren, zo beginnen vaak jullie items, maar vervolgens wel ook de meningen polsen. Ja. Wat zou nog beter kunnen, wat zou anders kunnen, wat gebeurt dus goed, wat gebeurt zo niet goed. Er komen ook binnenkort natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen aan. Zie ik daar opeens mogelijkheden, Maurice? Leuke programma's? We gaan die zeer uitgebreid naar de burger brengen. Ja. Wat de politiek wil, wat de politiek gaat doen. Ja, daar zijn we ook voor. Laten we duidelijk zijn. We zijn een onafhankelijke omroep. We willen ook graag zo blijven. Dus we gaan de burger informeren wat de politiek wil. Ja. Ja. Ja, maar misschien mag en een debat organiseren, lijkt me. Ja, zeker. Absoluut. Meerdere. Ja.
Ja, nou ja, dat wilde ik ook net inderdaad wel suggereren. Ik zou het ook heel leuk vinden als we... dan moet je er denk ik twee organiseren. Hè? Want ik denk dat je dat lokaal per gemeente zou moeten doen. Mm-hmm. Ik zou het heel leuk vinden om inderdaad daar ook onze politiek te prikkelen van... laat maar zien waar je van staat. Nou, en bij uitstek is daar een omroep volgens mij een middel in of een partner in... Ja. Om samen zoiets te doen. Ja, voor alle duidelijkheid, hè, want het is omroep PNM en je hebt ook een aparte tak... Bezel, hè? Dit zou dan een uitgelezen mogelijkheid zijn, kijk Maurice even aan, om dit bijvoorbeeld alleen in Bezel uit te zenden als het om de Bezelse politiek gaat. Maar daar is het ook bedoeld. Hè? We hebben omroep PNM, dat is voor omroep Pelemaas, omroep Bezel. Ja. De politiek van Pelemaas vinden Bezelnaren niet interessant en dat begrijp ik ook. Dus dat moet je ook echt gescheiden houden. Dus we zijn één organisatie met twee omroepen. Ja. Hebben jullie dat ooit gehad, trouwens, in Bezel? Debatten op... Ik durf dat... Goeie vraag, dat was ik net af aan het vragen. Maar ik durf dat eigenlijk niet te zeggen. Ik denk dat dat beperkt is geweest. Ook niet op de omroep. Schat ik zomaar in, dus daar ligt gewoon echt een kans. Mm-hmm. En als je ook kijkt hoe de gemeenteraad in Bezel zich ontwikkelt, dat is heel erg leuk. Dan is er echt heel veel ruimte voor debat. Mm-hmm. En dat wordt ook soms heel scherp gevoerd met elkaar. Ja. Dat is alleen maar goed, denk ik. Ja. Vinden ze het leuk om die debatten te voeren? Vinden de politici die nu in de raad zitten, vinden die het leuk om straks lekker de strijd aan te gaan? U vraagt het nu aan een bestuurder natuurlijk. Ja, dat maar klopt. Als je de raadsvergaderingen van Pelemaas volgt, dan denk ik dat je wel een aantal leuke debatten voor je ziet plaatsvinden. Zonder meteen te willen polariseren, maar het moet wel een beetje vuurwerk zijn, toch? Ja, maar ik hoor juist dat er collega's in de regio zijn die altijd wel naar de raadsvergaderingen van Pelemaas luisteren. Kijk. En op de livestream. Ja. Dus daar zit toch wel iets prikkelends in bij ons. Ja. Een mooie mogelijkheid om dat dadelijk zichtbaar te maken, wat die politiek precies inhoudt. En dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig, want ik kijk even vooruit naar morgen. Want dan gaan we natuurlijk met een klein aanhangwagentje naar Hilversum. En dan halen we al die prijzen op. Dus je moet positief zijn en groot denken. We gaan voor de volle laag. We gaan voor de volle laag. En dat betekent, wat gebeurt er nou als Nick dadelijk die prijs in de wacht sleept? Ja, ik moet zeggen, ik zit hier vandaag trouwens in mijn rol als loco-burgemeester. Maar dan denk ik toch dat ik even nog een telefoontje moet plegen met... Denk het ook, hè? En met de burgemeester. Jullie zijn heel snel met de nieuwsverspreiding. Dus voordat jullie terug zijn... We hebben gezien hoe snel er geacteerd kan worden in Pelemaas. Ja. Toen we NUM hebben binnengehaald bij het OLS. Ja. Dus mag ik jullie uitdagen om weer zo snel te zijn als al die andere keren? En dan moeten we toch even iets doen. Toch dat Nick die prijs ophaalt. Ja, of Bart. Hè. Laten we Bart niet vergeten. Even een stapje terug... Dat we met vier categorieën genomineerd zijn, dat is wel uniek. Als je kijkt met welke budget, wij werken hier in deze omroep. En we worden vier keer genomineerd. Dat is echt fantastisch. We hebben deze week hadden we de directeur van NLPO hier. Die zei, wat is excellent wat jullie doen. Als ik ons vergelijk met een omroep als bijvoorbeeld Venlo. Ja. Die een budget hebben van, ik denk wel 10 keer zoveel. Mm-hmm. En ze hebben toch met twee nominaties. Ja, en dat blijft toch terugkomen. We mogen best trots zijn wie we zijn. Ja. En op de totale crew, hè? Want dat heeft Mustafa straks genoemd. Ja. De saamhorigheid, de verbinding, daar begint het samen en de verbinding al. Ja. En dat stralen jullie gewoon, uit. Maar samen houdt ook in, om het toch die bal, we zijn met elkaar toch complimentjes aan het geven. Als de politiek ze ook niet open opstelt om dit allemaal te doen, en alle inwoners hier, is het ook niet mogelijk. Dus dat is een wisselweer. Nee, wij kunnen pas programma's maken als wij ons ook welkom voelen ergens en we kunnen iets maken. Maar we kunnen ook alleen maar programma's maken als de politiek ons steunt, ook financieel. Dus complimenten aan deze twee mensen. Zonder deze twee mensen hadden we geen omroep. Dat zou daar toch nog net over moeten gaan. Ja. Een nieuw strategisch plan. Ja, komt ongetwijfeld over een half jaar. Nee, grapje. Maar het kan nog omhoog, toch, dat bedrag, waar we het toch over hebben. Want ze kunnen dat tegen elkaar opbieden, toch? Ik weet niet wat Bezel per inwoner betaalt. Nou, laten we eens de kerk in het midden laten. Oké. Goed zo. Een katholiek gebied. Mooi document. Fantastisch. Goed mooi document. Een mooi plan om niet in de kast te laten verdwijnen. De samenwerking met Bezel gaat vrolijk verder. Ook met de jeugd. En het zou ook mooi zijn als vanuit Bezel dan ook meer mensen... Precies. In die omroep gaan meewerken, zeg maar. Ik denk dat dat de voornaamste opgave en uitdaging is voor de komende periode. Mm-hmm. Ja, daar hebben we in het vorige gesprekje net, Maurice en ik, ook al even kort over gesproken. Ik denk dat jullie een aanbod hebben wat echt kan beklijven bij de mensen in Bezel. Yeah.
Het is natuurlijk allemaal nog wat nieuw, dus het heeft ook even tijd nodig. Maar ik gun ons met elkaar wel dat we daar echt, zeg maar, een fanbase opbouwen. Die en allerlei leuke programma's krijgt. Maar die ook, om terug te komen op je vraag, ook op die manier gewoon met een kritische bril mee kan kijken van, goh, wat gebeurt er eigenlijk op bestuurlijk en politiek vlak in onze gemeente. Ja, volgens mij zit er nu achter de schermen al iemand even met de agenda te kijken waar we eventueel met mogelijkheden ziet, debatten en dergelijke. Maar in ieder geval dank voor dit gesprek. En wij gaan afsluiten met het bestuur, als ik me niet vergis. Maken wij plaats voor. En ja, nou ja, wie kunnen we dan beter aan het woord laten dan onze voorzitter zelf? Want ik heb begrepen dat jij een vloeiend betoog hebt voorbereid. Precies. Nee, ik wilde in ieder geval... maar je wilt even de mensen bedanken. Ja, in ieder geval onze twee partners, de gemeente, hartstikke bedanken dat ze ons al die jaren en jaren gesteund hebben aan deze prachtige omroepen te mogen hebben en vooral te kunnen doen. Ik ga jullie dadelijk een mooie plan ook officieel uitreiken. Dat doen we coronaproef even na de uitzending. Maar ik wil vooral iedereen bedanken die aan dit plan heeft meegewerkt om dit tot stand te krijgen. Mikke Leenders in het bijzonder, die daar een prachtige structuur in heeft gebracht. Maar vooral de mensen uit het veld, de vrijwilligers, de fluenters, de mensen uit het land, de politici, die hier aan hebben de tijd hebben genomen om ons voor de komende 5 jaar verder te brengen. En daar een diepe buiging voor en super bedankt. Ja. Nou, een applausje. Nou. Mooie woorden, Maurice. Dan wil ik hierbij ook laten. Dank voor de komst hier naar de professorische studio. En ik hoop dat we de volgende keer in de studio zitten. Hier pak een beetje 10 meter vandaan. Dank voor de komst. U dank voor het kijken. En tot zover deze speciale uitzending in het teken van dit strategisch plan. Onze verhalen vormen onze identiteit. En van u een hele fijne avond. Dank je wel.